Yo, welkom nieuwe kijkers, luisteraars. Uh, allereerst wil ik uh, jullie verwelkomen, mensen die net uh, ges gesubscribed hebben. Uh, super tof. Uh, ja, welkom. Het is uh, Kiddebak Podcast uh, op de banner staat. De podcast voor uh, militairen en veteranen. Ja, daar ligt de focus natuurlijk op, maar uh, ja, ik praat met iedereen. Want zoals je al hebt gemerkt, ik, uh, ik, ik, lul, ik lul graag. Dus uh, ja, ik praat echt met heel veel mensen. En op deze podcast praat ik echt met iedereen. Links rechts, eh, Forum voor Democratie, D66, het maakt mij allemaal niet uit, bijna een papa, een smurf, complotwappie, of helemaal geen complotwappie, mij maakt het niet uit, ik praat met je, zeker als ik erin eh, in geïnteresseerd ben wat je te vertellen hebt, dus podcasten gaat ook een beetje om eh, verbinden, speaking of verbinden, damn, wat een fucking mooie brug maak ik hier, speaking of verbinden, Um, Kinderbab Podcast uh, gaat een samenwerking uh, aan in de toekomst met de onbekende helden. Nou, uh, wat is onbekende helden? Gooi je maar even erin, broer. Onbekende helden helpt uh, veteranen eigenlijk uh, naar, een, 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 naar het bedrijfsleven en uh, die steunt veteranen daarin. Ook veteranen die een eigen bedrijf willen opbouwen. Nou, dat, uh, omdat ik zelf op dit moment ook aan het reïntegreren ben, ik ga Defensie verlaten... Uh, ja, Vond ik dit heel erg gepast om met he Onbekende Helden een samenwerking uh, aan te gaan. En ik zal uh, na de na, bij de podcast, bij de beschrijving, zal ik dus ook een link naar Onbekende Helden uh, plaatsen het is voor, van de website, zodat je dat kunt bekijken. Wie weet, voor, uh, ben je daarmee bezig, ben je aan het reïntegreren of heb je de fansie net verlaten? Dan kun je hen benaderen en kunnen zij mogelijk iets voor jou uh, betekenen. Uh, dat gezegd hebbende. Dan ga ik uh, over naar mijn, uh, naar mijn gast. Ik heb een bijzondere gast vandaag, maar dat ga ik niet dadelijk uh, zelf uitleggen. Er is een reden waarom die hier zit. En ik ben een uh, super toffe gast. Ik heb hem al twee keer uh, gezien en ik uh, ben blij dat hij er is. Hij is uh, politieagent, maar hij zit hier gewoon uh, niet als zijnde in zijn functie, maar gewoon op persoonlijke titel. Natuurlijk gaan we het wel over de politie hebben, want de politie heeft namelijk ook... Links met uh, of, ja, overeenkomsten met uh, Defensie. En daar heeft de, uh, mijn gast ook een verleden bij Defensie, want hij is ook veteraan. Hartstikke welkom, Erik Rutte. Dankjewel. Top, man. Ja, ja. dat was een hele lange inleiding. Had ik je ook gezegd, ik moest, dat, ik moest dat even doen. Ja, welkom, man. Ja, leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, ik am very glad to, to have you. Met name de reden uh, waarom, ik ben daar zeer over te spreken. Ja, uh, iedereen die mij een beetje kent volgt op mijn uh, sociale media kanalen Ik ben vrij. Uitgesproken en ook uitgesproken op de podcast. Wel met, ge ge met bepaalde gepastheid, maar juist op een uh, podcast uh, deed, ik een bepaalde, deed ik een uitspraak. Mag je dadelijk zelf vertellen? En ja. dat triggerde jou. En wat ik super, super tof vind, um, is dat jij mij daarna in Messenger, in privéberichten, hebt gestuurd met de uitleg van: hé, hey, uh, jij hebt toen dit en dit gezegd, maar daar vind ik eigenlijk wel wat van. En ja, je lijkt me benaderbaar en open voor uh, feedback, dus vandaar dat ik je dit bericht stuur. Dus uh, nee, klopt. Ja, ik, top. Uh, ik heb je gelijk uitgenodigd. Ja, ja. nee, nee, dat uh, was super. Ja. Um, jij uh, maakt een, uh, je deed een uitspraak bij uh, in de podcast van Niels Roelen. Ja, um, van de schrijver van een Soldaat in Oegarusland. Ja, uh, precies. Um, en dat ging over, op een gegeven moment ging dat over het politieoptreden um, in, in Den Haag met, met al die demonstraties. En uh, dat maakte jij een opmerking in. Om niet meer exacte en uh, de gelijke woorden te zeggen, maar iets van um, ja, uh, ik zou daar niet kunnen staan, want dan zou ik tegen mijn eigen volk uh, moeten, moeten keren. Tegen mijn eigen volk, ja, als nou, je van ja, weet je, en al die andere podcasts uh, kwam je best wel pro-politie over. En dat, dat vond ik niet helemaal, uh, ja, dat, dat klopte niet in, in mijn enzins. Ja, goed, daar heb ik inderdaad een berichtje gestuurd van uh, hey, hoe zit dat? Want uh, ik, ik, ja. we, ik heb er ook duidelijk bij gezegd, hè, ik wil jou absoluut geen mening uh, toebedelen. Hè? Ja. Ik bedoel. Um, maar weet dat er echt veel, ook veel veteranen uh, bij de politie zitten. En die echt uh, met eer en geweten iedere dag naar het werk gaan. En die echt niet met de gedachte gaan gaan van... oh, we gaan ons zeven keren tegen de burgers. En zo, ja. ja, weet je, je reageerde best vlot. En ook positief, inderdaad. Ja. Vond ik echt tof. Um, ja, en een paar weken later zitten we hier. Dus uh, leuk, Ja, man. cool. Ja. ja, nee, klopt. Zo kan ik het uh, me ook herinneren. En uh, ik, uh, ik ben ook inderdaad uh, pro-politie. Ondanks dat ik uh, 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 president boef ben... <laughs> en, uh, hoe heet het, ook wel af en toe uh, kritiek hebben uh, op de politie. Maar ja, uh, wie heeft dat niet? Nee, ik, denk als, als, ik denk als één uh, groep van de overheid onder een loep ligt, uh, ja, dan is het wel altijd de, de politie, want ze zijn altijd uh, in beeld, altijd in vizier, weet je. Precies. Dus ja, kijk om je heen en je ziet wel de politie. Uh, ik was heel erg blij met jouw bericht, maar ook geschrokken. Ik denk, oh, kut, heb ik dat dan echt gezegd? Ik ben het ook gelijk terug gaan kijken. En toen dacht ik, oh, kut, ja, misschien, ik snap dat, uh, Erik, uh, ik zeg het niet zo, maar ik snap dat het zo kan overkomen. Ja. En mijn gevoel was de, inderdaad, dat was bij een, uh, een demonstratie tegen coronamaatregelen. Klopt, ja. Um, en dan, ja, ik heb natuurlijk ik heb beelden gezien van dat uh, ouderen weggeduwd werden. Uh, ja, nou heb ik zelf ook beteugelen van vermoedingen gehad in mijn verleden bij uh, Defensie. En dus ik weet wel een beetje hoe dat optreden gaat. Wanneer je pff, excessief geweld moet gebruiken en wanneer juist niet. En dat is ja. Er zijn gewoon bepaalde richtlijnen ja, voor absoluut, bepaalde. Zeker, um, zeker hier in Nederland. Ja, ja, zeker bepaalde protocollen. Dus maar ik schrok daarvan. Maar wat? En maar mijn brein werd ook getriggerd. Omdat je mensen die de podcast volgen, die weten: ik ben aan het reïntegreren, ik ga defensie verlaten. En ik was ook een soort van blij. Oh, wat ben ik blij. Straks stel voor het leger wordt ingezet dat ik daar niet hoef te staan. Ja. En toen doe ik. Had ook wel een soort van compassie met kritiek, zeg maar, met ja, de politie nee. toe. Van, fuck, ik. En toen wist ik, ja, ik zou dat niet kunnen. Ik zou daar niet kunnen staan. Dat zou voor mijn gevoel zijn dat ik tegen het volk ben. Terwijl het eigenlijk een beetje, beetje krom is, want je voert je taak uit. Maar dat is ook een beetje het klimaat. Ja, nee, maar daar hebben we het ook over gehad. Hè. Ik ja. bedoel, en ik heb je ook uitge uh, toen uitgelegd, van ja, weet je, uh, voordat überhaupt zoiets gebeurt, ja, dan zijn die mensen al zo vaak gewaarschuwd. Uh, zeker hier in Nederland, hè. Daar is, ik. ik... Er zal geen agent zijn die heel trots is als hij thuiskomt, die vertelt: van Ik heb een, een oude dame een lange lat in de nek leg moeten leggen. Ja. Um, daarvoor, uh, dat, 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 zo zijn wij niet ingesteld. Wat dat betreft denk ik dat wij een van de meest sociale politiekorpsen ter wereld zijn, misschien wel. Ja. Qua, uh, qua uh, verstandshouding met de burgers. Ja, ik weet ik, ik, het. Dat is, het uh, dat is natuurlijk ook het, uh, het, het euvel hè, bij optreden bij defensie en bij de politie er zijn zoveel verschillende maten, soorten, kleuren, uh, ja. lengtes, uh, breedtes van, van mensen, afkomsten, noem maar op, en culturen, waarden, normen, weet je, en dat pakketje moet één soort beleid uitvoeren, maar dat zijn wel allemaal verschillende verschillende mensen, Precies. weet je, dus en ja, daar heb je rotzakken tussen, je hebt supergoeie gasten ertussen, je hebt mensen ertussen die zijn nog in de leer, je hebt oudere agenten die zijn uh, die zijn natuurlijk al ervaren. Dus ja, ik, 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 ik kan zeg maar, een beetje die link leggen met, ja, met Defensie. En jij ook, want ja. je, hebt, je hebt ook bij Defensie uh, gezeten. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, weet je, heel veel mensen... Ik heb uh, van 2005 tot en met uh, 2012 heb ik in, uh, bij de landmacht gezeten. Um, en toen ik de overstap ging maken naar uh, de politie... zeiden heel veel mensen van... Oh ja, dat wel, uh, ja, ik snap die overstap wel. Um, achteraf gezien hè, is dat echt appels met peren vergelijken. Uh, heel veel mensen denken dat dat best wel een logische overstap is. Maar dat is totaal eigenlijk niet. Uh, Defensie is een hele andere wereld dan, uh, dan, dan de politiewereld. En ja, ik moet zeggen, ik, heb, ik ben ook echt wel enorm als persoon uh, gegroeid, zeg maar. Ook door, uh, door de dingen wat ik bij de politie geleerd heb. Ik heb heel veel in mijn rugzakje meegenomen vanuit Defensie, heel veel positieve dingen. Maar er waren ook wel wat dingetjes die ik op een gegeven moment ook echt wel uh, los moest laten, zeg maar. Ja. Ja, wat is uh, volgens mij in het uh, uh, kennismakingsgesprek, uh, want je bent een keer eerder hier geweest. Mm -hmm. Meen ik mij te herinneren dat je zei van, uh, bij Defensie is het optreden toch vaak is, is, is gepland. En politie is reactief. Ja. Dus dat, dat is gewoon, je moet nu ergens naartoe. But, en bij Defensie kennen we het ook als in de vorm van QRF, Precies. Quick Reaction Force. Maar politie is, als jij uh, denk ik uh, velddienst hebt of op de straat bent, heb je altijd... Bij quick reaction force. Ja, ja. ja. Het, uh, kijk, bij Defensie is in principe alles uh, van, van A tot Z eigenlijk als het ware geregeld. Misschien ja. een paar uh, puntjes na. Um, dat maar, is een plan. Ja, precies. Ja. Bij de politie is het uh, vaak, uh, je wordt naar een melding gestuurd. En uh, melding X is nooit hetzelfde als melding X 1.2 of 1.3. Mm. Uh, maakt niet uit of het huiselijk geweld is, of een aanrijding, noem maar op. Ook de minder spannende dingen, altijd is alles anders. En je hebt de wetten, dat zijn je kaders, zeg maar. Maar daartussen speelt heel veel spelen heel veel andere dingen. Ja. En daar moet je op in weten te spelen, zeg maar. Je moet, je moet het aanvoelen. Ja. Um, soms uh, is een straf of feit uh, is iets wat misschien toch beter uh, opgelost kan worden door met elkaar in gesprek te gaan. In plaats van door heel uh, simpelweg aan te houden. Of andersom. Soms is iets misschien een minder zwaar straf of feit. Maar moet je de angel eruit halen. En dan moet je iemand gewoon even aanhouden. En meer naar beroep nemen om zeg maar de, de zaak weer tot rust te krijgen. Dat is, je weet nooit wat, 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 wat de beste oplossing is op het moment dat je pas daar bent, en ook tijdens die situatie kunnen dingen veranderen en daar moet je gewoon de hele tijd op reageren. Ja, je moet je ik, zien als een, een wesp in een mierennest. Kijk wat er gebeurt als die uh, wesp daar zit, dan gaan die mieren daar naartoe. En als je die wesp eruit haalt, zoals jij net zei, van die neem je even nou. mee weet je of dan is die situatie dan is het daar weer, uh, ja, precies. weer rustig ja dat begrijp ik wel en, en kijk soms komen meldingen binnen uh, dat je denkt van ja weet je we, we doen dat uh, vijf minuten eventjes met die mensen babbelen en dan is het weer uh, is alles weer oké okay. uh, maar dat, dat kunnen vaak de heftigste momenten of de heftigste incidenten worden en de, uh, de incidenten waar je met uh, toeters en bellen dus met blauw uh, blauw blauw rijdt... waar je adrenaline hoog zet en waar je van alles in bedanken bent van boh wat dit of wat dat dat is vaak uh, is er uiteindelijk niks. Alleen het probleem is... als jij uh, met een bepaalde insteek naar een melding toe gaat... of je zit met de adrenaline hoog of laag... je moet wel kunnen uh, upscalen en downscalen. En dat is wel lastig. Ja. Upscalen is wel goed te doen... maar downscalen is best wel lastig. Ja. Daarom, ja, Maar jij en ik weten dat ook vanuit Defensie... hoe belangrijk het is om een goede melding te hebben. Ja. Om, om, een melding moet eigenlijk zo compleet mogelijk... de deur uitgaan. Dus uh, wie, wat, waar, wanneer, waarmee... Absoluut. en dan moet je daarmee op pad gestuurd worden. En niet van je moet nou daar naartoe en... Eén minuut voor haar aankomst. Die uh, ziet zo uit en hij heeft dit bij zich. Wat die voor shotgun bij zich. Dus ze moet me en alles aandoen. Ja, aan doen, maar maar op dat, die manier, En dat je? gebeurt ja, ja. toch veel meer dan dat je denkt. Uh, zeker als mensen een en twee bellen en, en in paniek zijn. Hè? Uh, ja. ik, uh, ik heb zeven jaar op straat gewerkt en ik ben de laatste twee jaar zit ik nou Ik bij heb ook je... zeven jaar op straat gewerkt. Ja, <laughs> ja anders. Ja, laten we het allemaal niet doen. Nee, maar um, yeah. ik, ja, zeven jaar op straat als blauw op straat, en uh, nu sinds twee jaar werk ik op de meldkamer bij de afdeling Intelligence. Dus ik zie nu, ik heb aan de voorzijde heb ik alles meegemaakt, zeg maar, hoe het op straat werkt. Maar nu zie ik ook hoe het aan de achterzijde gaat. En hoe lastig een intake kan zijn van een 1 en 2, van iemand die echt een totale paniek is. Dus um, ik, ik kan echt wel een beeld schetsen dat uh, de frustratie op straat, dat je af en toe heel weinig info krijgt, uh, snap ik nu omdat ja. sommige mensen die dus echt in paniek zijn, omdat er weet ik veel wat gebeuren is, uh, dat komt gewoon geen zinnig woord uit. Uit ja. pure paniek. Ja, en, pro en probeer dan maar eens, een, uh, als ik het goed begrijp, moet even een stapje terug. Wat ja. jij zegt, je, je werkt niet op de meldkamer, maar je doet inlichtingen. Dus uh, ja. rt -tick, wat is dat? rt uh, Realtime Real Time Intelligence, intelligence. Uh, Center. Ja. Ja. Uh, wij zitten wel gewoon op de meldkamer. We, zitten, mm. we zijn ook gewoon, uh, gewoon regulier politie. Uh, alleen als, uh, bij onze meld als, als op de meldkamer een melding binnenkomt, dan heb je de centralisten, die sturen de collega's op straat aan. En ik ga aan de achterzijde, ga ik eigenlijk in alle mogelijke bronnen, politiebronnen, open source, ga ik zoeken wat kan ik vinden over die melding, over die persoon, over die auto, over die woning. Um, wat is daar in de omgeving? Dus dat eigenlijk, uh, de, de bedoeling is dat de collega's die informatie uh, hebben voordat ze aan de deur staan, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. Dat ze weten wat ze uh, naar alle waarschijnlijkheid kunnen verwachten. Kijk, voorspellen kan ik nooit, ik heb geen glazen bol. Maar ik kan wel, naar aanleiding van uh, wat wij aan informatie hebben, kan ik wel al meegeven van, oh, die persoon die jullie misschien gaan aantreffen, dat... Um... Oh, ik zie, ja, ik zie het even. betere opsporing dankzij RTK ja. en dat doe jij, ja. Ja, ja. Um, kijk, dan, dan hebben ze wel een idee wat ze mogelijk kunnen gaan aantreffen. En als er dus iemand uh, in die woning uh, bekend is die bijvoorbeeld verzet pleegt, dan kunnen ze zich daarop instellen. Ja. Dat betekent niet dat die persoon verzet gaat plegen, maar dan ga je wel met een mindset van, oké, okay, ik moet wel eventjes oppassen. Of... Um, er zijn gewoon casussen bekend dat als iemand binnenkomt, dat er een hon honkbalknuppel aan de, aan de achterzijde van de deur staat, of een zwaard of een mes, weet je, zo'n dingen, ja. als dat uh, vastgelegd wordt, ja, dat zijn dingen die vind ik belangrijk, dat wil ik, wil ik aan de collega's meegeven. Ja, je wil, uh, dat is ook, uh, dat is het mooie, dat zijn die dingen die je ook met Defensie hebt, is, uh, je wil zo... Goed mogelijk een beeld hebben van is... waar, waar ga ik naartoe. Ja. Ja, en ook met, met wie krijg ik te maken. Is dan bijvoorbeeld als jij, uh, oké, okay, die meldkamer is bezig, luister jij dan uh, ja. mee? Ja, oké, okay, ja. jij zit op dat net en ondertussen ben je bezig. Is dan bijvoorbeeld, ik ben altijd benieuwd naar die systemen. Als je, als je niet mag zeggen, dan moet je het niet zeggen. Bepaalde dingen, zeg maar, wat hmm. geheim is, wat, je, uh, nee, dat, dat wat, wordt het wat je vanuit je functie gewoon niet mag zeggen. Hmm. Um, is het dan zo, ik vraag me dan altijd af, als er een naam komt, is dat dan een, 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 een systeem, een intelligence uh, systeem? Pisces heet dat geloof ik bij de. Ik weet het niet. In ieder geval van uh, hey, die naam, dat er dan gelijk een vlaggetje: poem, Hey, dit en dit en dit is het verleden. Nou, uh, ik moet wel actief gaan, uh, op zoek gaan in verschillende systemen, zeg maar. We hebben verschillende systemen waarmee we, waar, waar, waar we werken. Uh, maar we hebben wel een, een, zeg maar, een soort van Google van de politie. Echt een afgesloten systeem waar alle systemen bij, ja. uh, bij elkaar komen. En als je de juiste queries gebruikt, dan kun je heel snel heel veel uh, informatie vinden. ja. Ja, queries zijn zoekopdrachten. Ja, 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 ja. Ik, uh, ik kan het. Uh, wat nee. Analysis en biases, ik heb dat allemaal. Mee. Alleen, ja goed, soms uh, komt de naam fonetisch uh, binnen. En dan moet je gewoon een beetje... Uh, ja. uh, uh, spelen met de namen. Met, uh, ja, precies wat het kan... Uh, uh, ja, Jansen kan met dubbel S, kan met één S. Precies, met, ja. Ja, ja, en uh, kijk, bedoel, we, we beginnen steeds meer multiculturele samenleving te vormen. En, ja, uh, ja uh, het is niet, niet alleen maar Jansen, maar het zijn ook veel uh, andere namen, zeg maar, die ons uh, minder ja. bekend zijn. En ja, uh, ja goed, zie daar maar wat uit, uit te krijgen. Ja, precies. Um, ja, ja. Le een leuk voorbeeld is, uh, waar een tijdje geleden was er een melding van een uh, mishandeling. En er was alleen een telefoonnummer bekend en een uh, fonetische voornaam. En die was weggereden in een bepaald voertuig. Ja, weet je, wat heb je daaraan? Ik heb in het systeem gekeken, het telefoonnummer was ons niet bekend. Het was gewoon een wegwerp zijn kaartje. Mm -hmm. um, Ja, goed, een, een voornaam, ja, weet je, er zijn er echt wel veel uh, met een, een bepaalde voornaam. Uiteindelijk door uh, die met die auto te schakelen en toch een beetje met die, mm. met, die met, het, met die voornaam, noem maar op. Ik doe, ik uh, doe een gokmo? Nee, <laughs> nee, <laughs> nee, nee, nee ik nee, moet nee, af en toe een grap maken. Lijkt nee, 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 nee. nee, het was, uh, nee ja. <laughs> ik <laughs> moet zeggen, die Marokkanen hier in de buurt, die moeten het hardste om deze podcast lachen om die idioterie. van mij, oké, okay, ja, ja, zo, goed. Ja. Ja, dat, dat is glad ijs af en toe. Dus <laughs> ja, uh, ja. nee, maar laat dat maar dan aan mij ja, precies. Sorry, Erik. Nee, nee, maar goed. In ieder geval, ja, weet je, ik heb vijf minuten ongeveer, heb ik een beetje zitten pionieren in onze systemen en uiteindelijk onderbuikgevoel, ja, dat zou ik best nog wel eens kunnen zijn. Dus ik heb dat meegegeven aan de collega's. Ik zeg nogmaals, het is gebaseerd op onderbuikgevoel en met die smerige info wat ik had. En drie minuten later zat hij op de achterbank en was hij aangehouden. En dat bleek hem echt te zijn. Ja, ja mooi uh, dat, man. Dat, ik heb echt letterlijk een sprongetje gemaakt uh, op de melk aan van yes, weet je, dat, dat, dat is gewoon super tof. Ja, maar dat is ook uh, voor jou denk ik uh, een, 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 een beloning. Eén, je collega's uh, zijn er veilig, uh, hebben veilig hun ding kunnen doen. Ja. Uh, jouw informatie, daarvoor zit je daar, om je informatie te zoeken. Die Klopt ja. ja, en het eindresultaat is gewoon: ja, we, we hebben hem ja. Je? Want je als moet de... het zo zien: hè? Um, als wij zeg maar uh, wij werken in een bepaald systeem, daar werken de collega's van uh, de meldkamer er ook in. En alles wat ik zeg maar uh, daarin zet, realtime erin zet, mm -hmm. uh, dat kunnen de collega's meteen op hun telefoon of in de auto kunnen ze uitlezen. Dus uh, iedere zin wat ik zeg maar op enter doe, dat staat binnen een split second staat bij hun uh, in, in een informatiesysteem erbij, dus, Zodra hun... Een opsomming van wat jij ja. uh, vindt. Het is nog net geen uh, sc uh, screen mirroring. Nee, precies. Uh, ja, maar, maar wel de info komt gelijk. Als een Dropbox. Ja, zo moet je het eigenlijk zien, ja. Geweldig, man. Ja, ja, dat is, ja. wat dat betreft uh, denk ik dat wij in Nederland ook echt wel uh, vooruit lopen, want... Als uh, ja. de Duitse collega's zeg maar, af en toe de grens oversteken en die zien de systemen wat wij hebben. Die zijn al uh, ja, die, die, die zeggen van dat op aanzin. Mogen ze wel een mooie BMW hebben, maar de rest houden het ook op. Uh, wat Tee, uh, wat man, vroeger hadden de Duitsers gewoon ufo's. Ja, je weet, ik ben een complotwappie. Hè? Ja. Dus ze nemen dat ze van gewoon van, uh, van hypertechnologie. Dat ze nu gewoon kijken naar ons. Maar wij weten dat. Ons landje, ook met Defensie. Wij ja, zijn, zijn stiekem gewoon goed. En we hebben goede middelen. Wij, hebben, wij, wij zijn misschien uh, vaak qua slagkracht wat, wat kleiner. Qua hoeveelheid mensen. Maar de, de techniek en uh, noem maar op. En uh, de, de hoogte van de opleiding uh, zit in Nederland wel snor. Zowel bij, uh, dat kan ik beamen, bij Defensie. Als bij de politie. Ik bedoel, kijk naar onze armoede. Wat, wat duurt die? Vier maanden? Uh, ga eens naar een gemiddelde armoede kijken van, uh, van een ander land. Ja, veel. veel. Zes, acht weken. Ja. Houd het op. Dus Hetzelfde met de, politie, met de politieopleiding. Ja, goed, hij duurt nou tegenwoordig 2,5 jaar. Ja. In Amerika volgens mij, uh, in bepaalde staten zelfs maar acht weken of zo. Dan moet je de wetten kennen. En dan, uh, dan is, dat, dat is het dan ook. Ja. Dus. Heb je, en dan, moet, en dan moet, ik ook, uh, moet ik ook denken, weet je, in, uh, als je dan toch over, uh, over Amerika hebt. Ik denk, uh, ja, er is police brutality. Maar als je het vaak uit gaat zoeken. Wat er dan toch allemaal echt is gebeurd. Je weet, mensen delen heel vaak snel, mm -hmm. snel dingen. Hè? Los van het feit of die agent goed of slecht gehandeld heeft. Ik heb het nu puur over het uh, snel en heigerig dingen delen zonder ja. uh, het, het complete beeld eerst, uh, eerst te hebben. Is, denk ik, politieagent zijn in Amerika gecompliceerd, lijkt me heel lastig want je ja. bent altijd op zoek naar een fijne balans tussen, oké okay, ik wil de burger helpen, ik wil haar voor jou zijn maar ik moet ook in acht nemen dat jij daar niet voor mij wil zijn en dat ik moet kunnen optreden wanneer jouw brein switcht. Ja maar dat, dat, is, ja. dat is wereldwijd natuurlijk, ook ja. onder andere het werk van, uh, van, van van de politie, maar ja goed weet je, wat in Amerika ook heel erg meespeelt, in Amerika kan iedereen gewoon een vuurwapen voor handen hebben ja. daar moeten ze altijd rekening mee houden, hun zitten maar alleen op de auto Um, als daar een auto aan de kant gezet wordt, ja, je, die mensen lopen standen met hun hand op het vuurwapen naar die auto. Omdat ja, ja. iedereen kan daar gewoon een vuurwapen hebben. Hier in Nederland hebben we daar niet zoveel last van. Ja. Heb jij nou ook, wel eens wat, wat ik al net zei, er wordt heel veel uh, gedeeld. Uh, maar soms zie ik ook dingetjes, en dat is eigenlijk ook hoe wij bij elkaar zijn gekomen, mm -hmm. dat je een filmpje ziet. Daar gaan we het straks ook over hebben, over dat filmpje. Ik hoop dat mijn broer hem kan vinden. Mm -hmm. Kun je eens kijken of je wat politiefilmpjes kan vinden, Michel, ondertussen van het optreden bij het Malieveld? Dus politie, um, ja, bij de demonstraties. En dat is dan één guy, die springt ineens, sorry Erik, die springt ineens in en die komt echt frontaal in beeld. En dat is op het moment wat, ja. jij, wat jij mij hebt uitgelegd. Precies. Um, terug naar, waar was ik? Help me. <laughs> uh, politie optreden uh, uh, in Amerika, veel wapens. Ja, nee, is het soms, uh, dat link met het filmpje waarom ik hem dat laat zoeken, is het dan niet dus dat jij, oh, jij ziet ook die beelden voorbij komen mm -hmm. op Facebook of op Instagram, ik um, kan me voorstellen dat er bij jou, uh, uh, hoe heet het, uh, presentaties worden gegeven van hoe wel en uh, hoe niet, en dat je dan beelden ziet, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, uh, ja, uh, dit ja. is gewoon niet goed wat je daar doet, pik. Ja, weet je, dat, dat, dat maakt het lastig. Hè? Omdat ik, ja, we hebben het er net ook al over gehad... voordat we aan de podcast begonnen. Ik werk echt, uh, dat is mijn werk, hè? feiten en omstandigheden. En ja. vooral die feiten. Ja. Dus um, ik weet gewoon, dat stukje beeld wat uh, geprojecteerd wordt... dat is maar echt een fractie van uh, alles wat daar heeft gespeeld. Ja, dus dat is die... die, 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 die uh, wat is hier, dat is... Die, als dit de punt van de ijsberg is, die tafel... hier zit nog heel veel onder. Ja, precies. En wat vaak gedeeld wordt op de sociale mediakanalen... is dat puntje van die ijsberg... Maar er zit wel een thin line in, daar moeten we het over hebben. Want soms zie je iets, um, en dan zie je, ja, maar dit is gewoon fout wat je daar doet. Dit is niet goed. En wat jij toen met ons kennismakingsgesprek, vond ik heel goed wat je bij mij wist te creëren, is van, wacht even, ja, dat zie ik ook, mm -hmm. maar jij ziet niet wat hij ziet, en jij ziet ook niet wat er voorheen is gebeurd. Ja, maar hij beukt in op een oudere vrouw. Ja, die oudere vrouw is van tevoren al drie keer voor maand, zonder dat de camera liep, weg te gaan. Los van het feit dat hij gewoon in mijn opinie niet die oude vrouw mm -hmm. moet beuken. Dus, uh, ja, jij wist daar nuance in te brengen. Ja. En dat, vond ik, uh, dat vond ik gaaf. Is dat de, ja, nee, dat is niet dit, uh, dit filmpje hoor, Michel. Kijken? Ja, laat maar eens zien. Het is een beetje gemeen als ik dit nu doe, maar je weet ik, 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 nee, be nee, 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 ik bedoel het goed, hè? Kijk, ik bedoel, uh, ik kan ja. natuurlijk ook alleen maar uh, ja, uh, daar iets over zeggen over geen hm. wat ik ervan weet. Hè? Ik, bedoel, ja. ik ben er niet bij geweest. Uh, maar ik kan wel echt wel zeggen dat um, bijvoorbeeld die dame, wat jij als voorbeeld noemde bij het uh, ja. Maliveld. Praat uh, me daar nog eens doorheen, ja. Ik had gehoopt dat hij dat filmpje vond, maar maakt niet uit. Nee, dat is, is niet erg, maar ik bedoel, uh, ik denk dat heel veel mensen dat filmpje toch wel voorbij hebben zien komen. Over ja. een of een Dumpert of een VK Mag of weet ik het wat allemaal. Um, ja, die dame, die, uh, het enige wat je zag was dat er een, een dame van, ik schat eigenlijk een 60-plus, mm -hmm. um, een, een flinke douw kreeg van een, uh, een ME-collega en uh, dat die omviel en uh, dat daar een hoop heis zou ontstaan. Ja. Um, wat ik weet is dat die dame uh, al bij meerdere uh, demonstraties voorafgaand in de weken daarvoor uh, ook heel veel, um, zoals in politietermen genoemd wordt, zuigend gedrag uh, vertoonde. en zuigen is zeg maar mensen die zeg maar tot het uitlokken, uitlokken en tot het uiterste willen gaan en eigenlijk zeg maar die grens opzoeken en uh, ja zeg maar soms af en toe die grens uh, overschrijden en uh, mm -hmm. ja weet je gewoon echt uitlokken. Um, dat was in de weken vooraf, dus het was in principe al voor die meeste collega's daar waarschijnlijk al een bekende. Mm -hmm. Um, voordat er überhaupt geweld gebruikt wordt, wordt er drie keer gezegd van, je moet nu, uh, hier spreekt de politie, ja. uh, verwijder u. Uh, we gaan nu de demonstratie stoppen, uh, u moet verwijderen. Dat wordt drie keer gezegd. Dan wordt nog eens geroepen van, als je dat niet doet, wordt er geweld gebruikt. En wat zie je dat die dame doet? Wat een normaal, uh, eventjes een normaal denkend mens denkt van, nou goed, misschien moet ik nu inderdaad maar even weggaan of een stap mm -hmm. achteruit zetten. Zet zij een stap voorwaarts. Ja, en dan moet er een, een signaal afgegeven worden. Ongeacht ja. uh, ja, dat die dame inderdaad 60 plus en dat dat niet fijn ja. uitziet. Ja. Um, ja. Houd die even vast, het signaal afgeven. En dan komen we, en dan komen we denk ik wel terug bij, uh, 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 bij hetgene wat ik zei, dat je zoveel verschillende soorten mensen hebt. Die uh, anders reageren, bijvoorbeeld op die vrouw. Ja. Zo kan bijvoorbeeld een jonge agent. Dat is het filmpje wat ik bedoelde, maar als ze dat vinden, is het niet erg. Ik zag toen een jonge agent in beeld komen en die oogde heel gestraald hmm. naar achteren, naar achteren. Nou ja, weet ik, ik dacht ik... dat op dat kruispunt. Ik ja. denk dat ik wel weet waar je over Nou gaat. weet ik dat het schreeuwen ook een deel is van het protocol om indruk te maken. Dat wekt een lichamelijke, ja. fysieke reactie, waardoor ze ook daadwerkelijk naar achteren gaan. Maar wat jij dus zegt, er moet opgetreden worden, maar iedereen kan anders optreden. Ja. En dat is ook vaak wat wij, uh, wat wij zien op, de, op tv. Ja, die agent slaat wel gelijk met zijn knuppel. De ander zegt misschien wel nog drie of vier of vijf keer van, uh, weet het, ga naar achter, ga naar achter, die, die heeft meer geduld. Ja. Dus, uh, nee, maar dat is ook, kijk, en de ene optreden uh, is de ene keer beter dan de andere keer. En dat is wat ik, ik ook in het begin van de podcast zei. Kijk, je moet, dat, uh, je moet, je moet er een beetje mee spelen. Uh, niet zozeer met de mensen, hè, maar mm. gewoon even met hetgene wat allemaal, alle feiten en omstandigheden wat op, op dat moment draaien. Uh, hoe is de sfeer? Hoe reageren de mensen? Ja. En soms. Ja, dan... Spelen is misschien niet het goede woord, maar dat nee. kan misschien verkeerd opgevat worden, maar ik weet wat je bedoelt. Je moet het testen, uit, ja. uh, proeven, voelen, kijken, kijken, voelen, luisteren. Ja, van, uh, hoe, hoe is het beste in deze situatie? Dat ik kan optreden. Ja, kijk, en soms uh, heb je bijvoorbeeld. Um, ik durf altijd te zeggen dat ik een collega was. Uh, of een politieagent was die best wel veel uh, geduld had. Hè? Ik luisterde ja. ook heel veel naar de mensen. Maar soms was dat ook in mijn nadeel. Want dan um, hadden die mensen misschien het gevoel dat ze de controle over mij hadden. Wat natuurlijk. Niet de bedoeling is. Ja. En als dan een collega eroverheen kwam en die zei van oké, okay, nu is het klaar. En nu ga, ga je je backhouden, en of je gaat achterin, ik vouw je achterin. Mm -hmm. Bij wijze van, hè, even heel, uh, heel zwart werd gezegd, uh, dat kon soms ook een betere oplossing zijn dan, dan het, 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 uh, het, het um, polderen wat ik af en toe deed. Ja. Dus ik, uh, ik ben ook wel zo dat. Ja, ik, ik, ik heb heel veel dingen opgelost door uh, te, te hoeren, zeg maar. Ja. Um, maar soms was het ook prima dat er een collega naast me stond die iets sneller uh, door deed pakken. En uh, zeg maar op een gegeven moment zei van nu is het klaar. Ja. En ja. af en toe was het ook precies andersom. Mm -hmm. Dan stond er een collega die had zoiets van nu ben ik er klaar mee. En dan denk ik van wacht maar even, gaan we eens eventjes naar achter. Ik uh, ga wel eens even babbelen. En dat was het soms ook wel uh, pakte het ook wel goed uit. Ja. ja, dat vergeten mensen ook vaak. Dat, dat zeg ik, daarom vond ik het zo mooi dat je mij. Uh... Um, in, in mijn privébericht kwam van, uh, en, en wat nuance in dat gesprek daarna aanbracht waardoor ik ook weer anders daarna ben gaan kijken ja, dat, en, uh, los van dat ik vind dat er, hè, of het nou wel of niet goed is ja, je vergeet dat dit is een startend agent dit is een ervaren ja. agent en toen dacht ik, ja, dat is wel even zo en dat is, uh, ik, ik snap dat dat voor mensen die niet in een uh, overheidswereld zitten zoals wij dat mm. uh, zitten ja, die, die, die zien het gewoon ja, zeker. Als, als nee maar dat, dat is geweld, ook zo. Hè? Ja. Kijk, weet je wat het is? Uh, we betalen allemaal belasting en uh, ja, daar wordt onder andere de politie oh, van betaald. Ja, ja iedereen uh, heeft daar ook een mening over. Ja. Wat, mij, wat, wat mij dus ook lastig bleek, en dat, dat, komt dus, dat, dat kwam ook terug in die podcast, is van uh, ja, wat je zei, ga uh, uit van een peloton militairen. Nou, in dat peloton zitten mensen die stemmen op GroenLinks, Forum voor Democratie, D66. Ja. Uh, dus wat ik wilde zeggen is, de, zoveel verschillende... De een komt uit Groningen, de ander uit Limburg, de een uit Brabant. Maar dat clubje van 30, 35 personen moet één dezelfde taak en beleid uitvoeren. Dezelfde opdracht. Nou dat, dat is, dat, nou, dat is best lastig, kan ik me voorstellen. En um, die mensen in zo'n club, die hebben allemaal persoonlijk een mening. Ja. Zeg maar, de een is bijvoorbeeld wel voor de coronamaatregelen... en de andere uh, helemaal tegen, weet je. En dat... Dat lijkt mij ook moeilijk voor een agent of een militair die, die daar staat. Bijvoorbeeld. Ik kan me bijvoorbeeld indenken, ik ben het Ranter, sorry. Dat je als militair als je de opdracht krijgt en je bent tegen de coronamaatregelen. Hè, de een zegt het is een hoax de mm. andere niet, klaar. Maakt niet uit wat wij ervan vinden. Het gaat nu puur even om het voorbeeld. Kan ik me indenken dat hij niet met een fijn gevoel als je tegen bent, dat je straks in die Coronastraat staat. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, dat ja. is ook een beetje ingerend aan uh, bij de overheid werken, denk ik. Um, ik bedoel, ik heb ook wel eens uh, dingen moeten doen waar ik misschien als persoon uh, minder mee eens was of totaal niet mee eens was. Maar ik heb een eed afgelegd en uh, ik, ik werk ja. uh, voor, voor de, de politie. En um, ja, dat heeft ook uh, af en toe uh, impact op mijn privéleven. Uh, af, af en toe moet ik mij, ook, mensen kijken hoe dan ook, uh, of, ongeacht of ik nou mijn hoodie aan heb of uh, het politieuniform, ja. weet je, ik ben een politieagent. En uh, daar moet ik ook gewoon altijd rekening mee houden. En... Ik moet even lachen, weet je waarom? Je zegt het heeft invloed op mijn privéleven. Wil ik dadelijk eigenlijk nog even dieper op in. Mm. Maar even andere dingen. Want ook politieagent, ik doe ook real-time tik en uh, jou een beetje onderzoeken. Dat vind ik mm. vrij weinig te vinden over jou. Dus, maar ik zag op jouw Facebook, ook de politie krijgt gewoon een bekeuring. Jazeker. Wat was het voor het eerst in 10, 12 jaar? Nee, voor het eerst in 16 jaar had ik een, een verkeersboete, ja. Ja, vijf kilometer de halen. Ja, ja echt belachelijk. Dat, dat gebeurt dan. Ja, ah, kun je dan niet even naar... Uh... Nee, 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 absoluut niet. Nee. Tegenwoordig sowieso, het gaat allemaal digitaal. Dus ja. uh, weet je, uh, uh, mensen misschien nog af en toe denken dat er nog wel eens boetes weggepoetst kunnen worden. Dat is, ja. uh, 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 is bullshit. Uh, als een boete uitgeschreven is, is die uitgeschreven en ja, ook I wij. We wij... geloof ik een reet van Erik. Kom op. Nee, dat is echt. Dat is, dat is, als, als ze verzonden worden met mobiel, dan gaat het naar het CIB en dan is het weg, dan is het klaar. Ik zou wel. Ik zou, is het wel eens voorgekomen of een situatie waar jij kent van uh, dat, een, dat een agent, zeg maar, die heeft niet dienst hmm. en die maakt een overtraining. En wordt aangesproken door een andere agent van. Uh, Ah, sorry, maatje, politie. Ik heb het gelukkig persoonlijk niet gehad. Ik ben zelf twee keer denk ik, aan de kant gezet of zo, gewoon uh, reguliere controle. En ik, ik vind het niet prachtig. Ik vond het niet prettig als mensen zich zo die, uh, lieten weten dat het collega's zijn. Um, ik heb mezelf ook niet, uh, niet gelegitimeerd als collega. Ik heb gewoon mijn rijwijs afgegeven, et cetera. Ja, um, ja weet je, dat is, dat is ook een stukje transparantie. Uh, wat dat betreft ben ik misschien wel, wel nog heel zwart-wit, net zoals bij Defensie. Um, ja, ik, ik vind gewoon bepaalde zaken uh, moet je gewoon uh, ja, tekenen als, als een man. Ja, maar zo, zo kom je ook bij mij, bij mij over. Uh. Want uh, dat vind ik ook wat, je, wat jou siert. Want ergens ben ik dan uh, kritisch. Maar wat je ook doet met dat toen je dat bericht naar mij stuurt... je neemt het ook op voor je collega's. Ja. En dat, dat vind ik mooi. Van ja, ja, er gebeuren dingen en die zijn lastig. Ik ben het ook niet overal uh, met alles eens. Hey, maar dit is wel even de omstandigheden... waar die mannen en die vrouwen onder moeten werken. Nee, precies. Ja, dat vind ik en, zo mooi. Dat vind ik gaaf. Ja, en, 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 en ja. nogmaals. Ja, de berichten heb ik ook niet gestuurd naar jou... Uh, om, om zeg maar ja. jouw mening om te vormen. Dat heb ik ook echt duidelijk bijgezet. Ik wil nee, ja. gewoon een stukje awareness te creëren. Van weet... Um, dit, dit, dit gebeurt er, maar weet wat er ook aan de achterkant gebeurt. En uh, het gesprek aangaan, dat is iets wat in 2020 nogal best lastig is voor veel mensen. Ja, en dat dacht ik. En toen vond ik, ja, dat, uh, daar heeft hij gelijk in. En als ik dan ook, middels een podcast, die nuance aan kan brengen en de andere kant kan belichten, dan ja. doe ik dat graag. Want ja, als ik bij kan draaien, kan iedereen. Of je hoeft hoef niet bij te draaien, dat is niet uh, wat ik wil zeggen. Maar neem in acht. Weet ja. je, denk hier ook even even aan. Nee, precies, maar dat, is, dat gebeurt aan de andere kant natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, uh, in Nederland, uh, volgens mij, uh, wordt er uh, ja, in Spanje ga je echt niet in gesprek aan met een politieagent zoals je dat hier in Nederland doet. Um, het, die wij luisteren cardia Civil heb je daar. Ja, en, wij luister, ja, wij luisteren ook gewoon naar de burger. Hè. En als de burger een goed verhaal heeft, uh, ja, weet je, dan, dan wordt onze mening af en toe ook nog wel eens bijgedraaid. En dan, uh, ja, dan doen we daar ook gewoon wat mee. En ja, uh, ja het zou ook wel fijn zijn als uh, al die mensen die daar wat van roepen, als die dat ook gewoon af en toe in het achterhoofd houden. Nou oh ja, wacht even. Dat zijn ook mensen, en uh, als je daar gewoon een normaal gesprek mee aangaat, dan gaat het veel beter. Ja, want waarom, waarom, waarom zijn er aanhoudingen met verzet? Als die mensen gewoon uh, even luisteren, ongeacht of er misschien, uh, want te worden ook mensen onterecht aangehouden, dat gebeurt ook gewoon ja. af en toe in, de, in het heet van de strijd. Maar als die gewoon meewerken en daarna uitleggen van dit en dit en dit. Uh, nou, dan weet ik zeker dat je binnen een uur buiten staat met een, met een uh, hand. Ja, nu niet uh, tijdens corona, maar dan krijg je, uh, ja. uh, krijg je een hand en dan zeg je sorry. Beetje zoals de Democraten in Amerika nu. Hey, laat gewoon die handtekeningen en die enveloppen zien, dan is er niks aan de hand. Staan we zo buiten nu. Ja, ik, 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 heb <laughs> de, ik, 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 ik weet niet, ik ben niet in Amerika geweest, dus ik kan er niks over <laughs> dat zeggen. Het maakt niet uit. Nee, dus uh, ja, ik, ik, volg, ik volg dat natuurlijk met grote, ja. Met grote interesse. Ja, daar zou natuurlijk. Uh, daar is, uh, Allegedly, op grote schaal ge, gever. Ja, weet je, ik vind het zo van. <laughs> ik, 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 ik heb totaal geen idee wat daar allemaal speelt. En uh, er zijn zoveel nee. verschillende dingen die daarmee... mee. Dus in die zin. Um, ja. Nee, maar dat begrijp ik wel. Want als jij, als jij je ook nog met dat soort dingen moet bezighouden. Dat is voor jou helemaal niet handig. Jij hebt een, een, een belangrijke taak. Zeker in de in, in de real-time tik. Dat zou eigenlijk jouw focus moeten zijn. Dus ik kan me indenken dat jij je meer bezighoudt. ...met het eigen land? Nou, vergis je niet. Ik bedoel, het is ook wel belangrijk om te weten... ...wat er wereldwijd speelt. Ik bedoel, uh, toen uh, een paar weken geleden in, uh, in uh, Frankrijk... ...die leraar onthoofd was... ...dat doet iets met een bepaalde gemeenschap. En uh, die gemeenschap, die zit ook in Nederland. Dus uh, dat betekent wel ja. dat wij daar toch wel rekening mee moeten houden... ...en dat we bepaalde zaken moeten monitoren. Ja. Uh, want wij monitoren ook social media. Mm -hmm. wij, uh, wij, wij, hebben, uh, wij hebben een bepaald programma... ...dat Twitterberichten op bepaalde queries binnen, binnenvallen. Die moeten... oh, oh bro, dan ben ik unbusted. Uh, ik, 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 ik ben je er niet tegen. trouwens. De, 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 nee, 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 ja, nee. Ik ben toch wel de... Voor de mensen, als je denkt dat ik op Facebook erg ben... Damn, follow deze guy, volg me op Twitter. dat is, dan ga ik helemaal los. Dus moet ik wel gelijk even denken. Dan wil ik... Uh, bro, pull that shit up. Ja, ik ben toch nou al een paar keer door iemand uh, de Nederlandse Joe Rogan genoemd. Dus dan ga ik ook maar zeggen, pull that shit up. Het gaat zich erom, een, een artikel... Michel, ehm... Um, je had het net over mond, militairen dood gemaakt? Ja. ja. Zag ik voorbij komen? Dat is niet het artikel wat ik bedoel, maar dat kwam even net in me op. Zo van uh, roep deze dan maar, want ik was het andere artikel kwijt, maar daar kom ik vast uh, uh, dadelijk op. Ja, als we toch over, over informatie hebben. Kijk, wij praten vrij, uh, vrij openlijk. Mm -hmm. Je zit hier op persoonlijke titel, maar je praat gewoon normaal goed. Ook over de politie, daar ben ik je erg, uh, erg dankbaar voor. Uh, maar het blijkt dus nu bij, bij Defensie dat de militairen. Uh, we hadden het over het. Uh, ik heb het artikel, Michel. <laughs> we hebben het over het monitoren van social media. Het gaat erom, Mich, dat um, uh, Defensie uh, inlichtingen ging verzamelen van de burger. Staat je daar ook nog iets ja, van? Bij? Ja, dat is uh, vorige week, week geweest of zo. Zoiets, ja. ja, en daar heb ik. Um, Nee, eerst jij. Wat, wat is je. Wat, wat, voor de mensen ja. die het niet weten, ik heb ook een inlichtingenachtergrond. Uh, uh, Erik en ik zijn allebei uh, inlichtingenonderofficier geweest bij, bij Defensie. Ja, ik heb wel ja. ik, 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 uh, ik, uh, ik ben als alleen, uh, de alleen. heb ik de dienst verlaten, maar ik heb ja. een, uh, een tijdelijke sergeantenfunctie gedraaid in Afghanistan. Ja, dat ja, ja, nou, is de real-time uh, shit in ieder geval. Ja. Dus uh, daar uh, ja, moet je echt veel met inlichtingen doen. Um, ja, ik had hier een dubbel gevoel bij. Is het, je weet waar we het over hebben. Ja, ik weet waar het over gaat. Alleen, um, ik weet dus eigenlijk, daar moet ik gewoon ook eerlijk in zijn. Ik weet niet wat voor informatie die verzameld ja, hebben. Gewoon, gewoon wat wij, wat wij deden, uh, wat jij waarschijnlijk ook doet. Wat gewoon uh, open source inlichtingen. Ja. Dat deed ik ook op de sectie 2. Dus ik wist niet, ja, wat, wat is er nou aan dan? Wat moet ik me nou. Um, defensie, het apparaat wat de bevolking in de gaten gaat houden? Kijk, dat zijn van die dingen, als je er verstand van hebt, kun je een beetje uitzoomen. En nee, dat. Het anders belichten, ja, want dat is wat ik ook deed op social media van mensen zoeken of als iets stel voor er is um, in een dorp regelmatig uh, worden militaire voertuigen bekogeld of zo als ze daar doorheen uh, komen of wat noem maar wat met rijlessen dan wordt Zo'n melding wordt via de reischool noem maar een gek voorbeeld. Er mm. wordt gedaan naar de brigade. naar die brigade die zegt: uh, Ga dat dus uitzoeken op een uh, sectie inlichtingen. Nou, dan ga je gewoon een beetje wat dingen over het dorp uitzoeken. Misschien wat krantenartikelen. Ja. Ja, dat is ook gewoon informatie inwinnen. Dat is open source. Ja, maar dit was ook uh, van die nieuwe twee opgestelde korpsen, geloof ik. Uh, ze hebben nou twee nieuwe wapens uh, hebben ze opgericht. En dat had daarmee te maken. Maar, ja, inlichtingen ja, en veiligheid. Ja, maar ik, ja, nogmaals, ik, uh, ik, ik weet er het fijne nog niet vanaf. Dus uh, ja. Ja, ik wist niet of ik. Uh, ik wist niet of het, uh, of het ernstig is. Ik heb me ook nog niet helemaal daar, daar, daarin verdiept. Maar omdat ik wist, ja, dat heb ik ook gedaan op de, op de inlichting. Dat heeft puur te maken met, met informatie. Dat, dat is niet dat ik, in, ik kan niet in iemands privégegevens of zo, weet je. Ik moet het doen met. Kijk, aan de politiesystemen. Dat zijn politiesystemen. Daar komt uh, misschien een, 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 een MaoCC aan, maar een bepaalde, uh, een, een, een bepaalde status komt er misschien nog wel in. Maar ja. uh, dat, dat, daar, daar zal een Defensie niet snel in kunnen komen, nee. ja. Hoe werkt die link uh, bij jullie, met de Marsec? Staan jullie daarmee in goed ja, contact? Ja, ja. Uh, 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 sowieso vanuit de meldkamer uh, staan ook altijd uh, standaard in contact met de uh, meldkamer Marsec. Uh, als een militair zich meldt uh, uh, bij, uh, bij een casus, uh, of uh, soms reizen ze wel eens um, gewoon mee, uh, omdat ze hmm. in de buurt zijn. Dus uh, de samenwerking met, uh, met de is op zich wel prima, ja. Ja, uh, wat ook veel is uh, explosieve verkenners. Uh, de Kamar heeft heel veel explosieve verkenners. Dus als er ergens een explosief gevonden wordt, uh, de politie... Uh, ik ben zelf explosieve vulkaner nog bij de mm -hmm. politie. Maar wij hebben niet altijd genoeg mensen in dienst, zeg maar, uh, die daarop kunnen reageren. En de Kamar die rijdt ook vaker uh, gewoon voor mm -hmm. ons. Oké. Okay. Dus ik weet nog dat ik eh, als je militair bent hè, en je doet iets en je wordt staande gehouden door de politie, <laughs> weet je, dat. heel veel militairen doen dan heel stoer, bel de KMAR maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik doe denk, dat ik nou niet. Je kan beter even zorgen dat je dat even daar de plekken regelt met die agent. Ja, ja, een aanroepen. <laughs> juist, en want die KMAR ja. die gaat melding maken naar je commandant. Nee, precies je, daarom. Die moeten dat. Ja. Kijk, kijk, bij een strafbaar feit moet je gewoon de KMAR in, in kennis stellen. Ja. Maar weet je, bij een verkeersfeit of noem maar op. Uh, ja, ga gewoon het gesprek aan. Maar je, je hoeft niet per se te vermelden dat je militair bent. Ja, en je zijn het explosieve verkenner. Uh, enlighten me man. Hoe moet ik dat in het verband met de politie zien? Nou ja, ja, goed, ik, uh, mijn eerste uitzending was dan als uh, genist uh, in, uh, in Oersgaan. Mm -hmm. uh, dus daar uh, ja, goed, het, uh, het searchen, uh, het zoeken naar IED's uh, en uh, het eventueel ontmantelen. Uh, nou, dat had ik gedaan. Uh, allemaal goed gegaan, anders zat ik je natuurlijk niet. Nee. Um, en bij de politie kwamen regelmatig uh, meldingen binnen dat er een explosieve verkenner gevraagd werd. Omdat er een, uh, een, een UXO aan was getroffen of een... Een exploded uh, ordinance. Ja. Yeah. Uh, want dat ligt ook nog best wel veel vanuit de Tweede Wereldoorlog bij ons in de grond. Uh, maar soms ook omdat er een verdachte koffer stond of noem maar op. Mm -hmm. ja, dus ik, uh, ik bel altijd naar de meldkamer of ja, luister. Weet je, ik heb in Afghanistan, uh, dat, uh, dat heb ik het echte eerwerk gedaan wat dat betreft. Uh, mag maar, ik gaan? Ik heb echt wel expertise. Ja, nee, je hebt het papiertje niet. Dus uh, na lang zeuren en, uh, en trekken aan, uh, aan mijn commandanten uh, heb ik uiteindelijk de exclusieve verkennerscursus uh, gekregen. Nou, ja. goed, uh, de eerste week dat ging alleen maar over Exos. Dat was voor mij uh, gesnee ja. uh, Daarna nog een stukje politioneel uh, zoeken in woningen, zeg maar. Dat was wel uh, was toch wel anders dan bij de bij de fancy. Ja. Uh, En nu. Uh, ja, nu uh... Als er meldingen komen, nu gaat het nog via een WhatsApp-groep op vrijwillige basis. En vanaf volgend jaar toevallig gaan we piket draaien. Dus dan, Geweldig, ja. Ja, leuk. Ja, BBT Commando net, WhatsApp-groep. Even wat dingetjes uh, uh, wil ik even doorlopen. Um, dat betekent de explosieve verkenner voor de mensen die niet zo in de materie zitten, de niet-militairen. Uh, dat wil niet zeggen dat um, Erik de, de, de ordinance uit het, het explosief nee. gaat ontmantelen. Nee, hij doet echt een verkenning zodat jij een. Correcte, juiste melding naar de EODD kan doen, de ja. uh, uh, Explosieve Opruimingsdienst Defensie. Dat. Want uh, ja, zo hoeven als ze. Uh ja, die hebben bepaalde teams die staan op standby. Die moeten weten met wat voor materiaal ze naartoe moeten gaan. Met wat voor moeten mensen kunnen adviseren. Als jij een verkenning hebt gedaan, het is een granaat of een bom. Ja, dan wordt voor jou het gebied om af te zetten voor de cirkel voor mensen voor veiligheid. Die, die verandert al. Ja, precies. Dus, ja. En er wordt ook, ook een gradatie aangegeven. Kijk, als er bijvoorbeeld een, een, een oude mortiergranaat wordt gevonden. Waar, uh... Wacht even, er is laatst een gevonden oorschot. Sorry, Erik. Zoek eens op. Uh, EODD. Uh, springt bom of dingen op een, in Oostroth, hadden ze iets gevonden? Ja, dat, dat, maar dat, dat gebeurt bij. echt veel hoor. We krijgen ja. uh, wekelijks uh, meerdere meldingen binnen. Uh, zeker in Noord-Limburg, uh, even ja. vanuit uh, de eenheid Limburg uh, gezien. Ja. Um, dat is best wel, uh, in de omgeving van uh, Van Rij is best wel uh, zwaar gevochten uh, in de mm -hmm. Tweede Wereldoorlog. Daar ligt echt nog veel rotsen in de grond. Dus um, ja. ja, en als er dan bijvoorbeeld een, een, een mortiergranaten in de grond ligt en uh, die ligt veilig, ja, dan, dan kan die best nog wel drie dagen blijven liggen. Dan wordt dat een beetje afgedekt. En uh, dan wordt er een melding gemaakt met coördinaten. En dan gaat de EOD gaat die drie dagen later, tijdens een bepaalde route waar ze nog meer moeten laten springen, gaan ze die gewoon een keer ophalen. Ja. Maar als het bijvoorbeeld, um, als, er, als er echt nood aan de is, bijvoorbeeld zo, wat hier in, in heel veel vaker gebeurt, is dat er iemand uh, een handgranaat komt inleveren bij de balie. Of, of een antitankwijn. <laughs> Ja, weet je, dan, dan komen ze gewoon met spoed en dan mogen ze ook met blauwe lampjes vanuit uh, wat, wat het? Soest of zo zitten, volgens mij. Uh, dan mogen ze met blauwe lampjes uh, ja. op, uh, onze kant op komen Ja, man. Even, kun, je, kun je iets vinden, Michel? Heeft heef, heef geen haast. Heef uh... uh, Maanden luxe. Ja, eh, Maanden luxe? Ja, jij, dit, jij ja, zei het al. Dat is eh, echt veel. Uh, uh, echt veel. Het uh, 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 vermoeden is dat de komende honderd jaar uh, nog steeds uh, rots uit de grond getrokken wordt van de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, en dan hebben we het alleen over Nederland, hè? dus uh, ik bedoel, uh, God weet wat er uh, in, uh, in, in het oostblok nog allemaal ligt. Ja, precies. En, 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 en uh, wat er in, uh, in Duitsland nog allemaal, ja. uh, allemaal kan liggen. Er zijn honderdduizend kilo blindgangers in de Tweede Wereldoorlog gedropt in uh, Nederland. Tering. Dus. Ja. En die worden mondjesmaat worden die af en toe eens opgegraven. Shit. Maar vergis je bijvoorbeeld ook niet uh, Avico, de, de aardappelfabriek zeg maar uh, van de frieten, ja. uh, die ligt, ligt ook in uh, Limburg. Die hebben, die hebben, dus gewoon heel regelmatig dat tussen de aardappelen door uh, in de machine is gewoon iets uh, naar boven komt te. Uh, ja, die horen. grond is natuurlijk altijd ja. in beweging. Precies. Dus uh, ja, ook wat je niet kan zien daaronder is, uh, is beweging. De, de Avico fabriek is ook een uh, groot afnemer van uh, Uxcella. Ja, oké. Ja, en okay. ja, uh, <laughs> ja, explodeert uh, aardappels. <laughs> ja. Nee, maar oh ja. Oh, gaaf, kijk daar dan. Ja, en dat is trouwens sowieso. Nou, in de coronatijd is het explosief, ja, leuke leuk woordspelen trouwens, explosief gestegen. Die, die vondsten. <laughs> ja. Omdat heel veel mensen zijn naar buiten gegaan en die zijn met de metaaldetector gewoon dingen gaan zoeken, zeg maar. En dan stuiten ze dus ook heel vaak op, op Ja. Of uh, magneetvissen, dan trekken ze ook nog wel eens regelmatig een, een vuurwapen of een uh, handgranaatje wat uh, in het kanaal is gedumpt. Uh, treffen ze dan uh, halen ze dan naar boven. Mm. Heb je wel eens uh, dat een uh, moordzaak opgelost is, omdat iemand magneetvissen uh, heeft gedaan en dat ze een uh, wapen aan, aan een moord konden linken, of niet? Nee, dat is uh, dat op uh, ze... nee, maar dat is sowieso niveau. Ik, uh, ik, uh. ik, ik acteer niet op preciezer niveau, dus dat zijn zaken dat gaat een beetje uh, om mij heen zijn. Hoe werkt dat, eerlijk? Moet je eerst als jij door wil bij de politie, ik heb uh, mensen die nu misschien kijken van, uh, ja, ik wil eigenlijk wel naar een uh, arrestatieteam, of ik wil ook wel instructeur of rechercheur worden, homicide. Uh, je moet gewoon begin je vier jaar op straat. Hoe lopen die lijnen daar? Dan nee, er ja, zit minder structuur in als dat je bij Defensie hebt bijvoorbeeld. Hè? Bij Defensie is het op zich wel uh, ja, heel goed uitgekoud. Uh, alleen ja, bij de politie bepaal je toch ook een klein beetje je eigen carrière als het ware. Um, ik bij heb de dan... Defensie heb je een kruipgang en bij de politie een looppad. Ja, nou ja, dat verschilt. Ik bedoel, ja. dat is ook een beetje hoe je er zelf in staat en wat ja, je wilt en uh, waar je ambities liggen. Ik bedoel, uh, als jij uh, ervoor kiest om uh, de rest van je carrière op straat te blijven uh, werken, omdat je dat gewoon leuk vindt, is niemand die gaat mm -hmm. zeggen tegen jou: van, Hey, ga eens uh, misschien eens voor je ontwikkeling wat anders doen. Ja. Um, zolang jij je werk goed doet, dan doe je je werk goed. En daar, daar draait het eigenlijk wel om. Um, maar iedere agent begint op straat via jaar, toch? Nou, je hebt steeds meer... versnelling. Ik kan niet als... Ik kan niet nu na een test doen bij de politie, een intest voor, en dan kan ik bij de recherche terechtkomen. Nou, Stel voor, dat kan wel. Stel voor bij goede dingetjes, connecting the dots. Ja, dat kan wel. Want ze trekken toch ook steeds meer burgers aan, zeg maar, voor specialistische functies, bijvoorbeeld ICT of noem maar op. Het is handig als je een blauwe achtergrond hebt, maar het is niet... ook. Maar het is niet... Het is geen pre... Ja. Uh, op de meldkamer werken op dit moment ook steeds meer uh, mensen die van buitenaf uh, binnengehaald worden. En die worden dan intern opgeleid. Maakt wel dat je, en uh, je moet al die, uh, die afkortingen kennen, de politiecultuur moet je leren kennen, mm. want dat is ook uh, een cultuur apart. Uh, ja. En je moet natuurlijk uh, weten omgaan met uh, al die systemen. Dus uh, ik denk dat je als uh, burger, dat je, de, dat je twee keer zo zwaar hebt om uh, ja. op zo'n functie binnen te rollen als dat je een paar jaar op straat hebt uh, gewerkt. Ja man, ik heb zelfs een sollicitatie gedaan naar uh, RTIC, alleen ik dacht toen echt dat je van buitenaf uh, naar binnen kon, dat was een paar jaar terug, maar dat kon mm. helemaal niet. En nu zeg jij dus van, ah, nou ja, nu willen je, ze nog wel eens. Je kunt, je kunt bij ons, bij de intelligence kun je als, uh, als burger kun je aan de slag, uh, dat, dat hmm. kan, maar dan moet je wel de juiste papieren hebben. Ja, je moet een soort van inlichtingenachtergrond uh, ja, hebben, of, een automatiseringskennis denk ik, Van val ik wel af. Ja, ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Is, het begint toch wel steeds belangrijker te worden, ja. Beetje wat mijn broer ook nou bij, bij, ja, bij, bij, ja, bij, bij ja, snel ja. dingen opzoeken. Precies. Ja, maar dat is wel... Ja, dat een, is, uh... ja, en snel ja. kunnen schakelen, dus... Um... Hij wordt wo ook steeds, hij steeds beter door die motherfucker. Ik vind het wel leuk. Ik, om zijn groei hier ook op de ja, mooi, toch mee te maken. Nee, ja. maar goed. En uh, ja, weet je, ook dat uh, uh, ik ben dan begonnen als, uh, gewoon als agent, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja. met, met drie strepen, na, na drie jaar uh, word je dan automatisch hoofdagent, als je uh, gewoon je functie uh, uh, goed uh, uitvoert. Um, op wat, moment, wat, uh, wat is dan de, wat doet, het verschil met de hoofdagent? Wat doet de... Werk technisch weinig. Uh, alleen, uh, dat heeft met de opleiding te maken. Als je direct als uh, hoofdagent opgeleid wordt, dan krijg je nog uh, jeugd erbij en een stukje uh, zorg in de wijk. Dat, dat gedeelte heb ik op de politieacademie niet gehad. Uh, maar ja. goed, in die drie jaar uh, moet je dat toch doen. Je weet toch dat die vroeger hier lag, hè? Ja, dat ja, school, gewoon ja, hier ja. voor mijn deur. De ja, ik, 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 ja. ja, dat had een hoop kilometers verschil als die dan nog ja, had gelegen. maar dat was leuk, want daarnaast, weet je wel, dat, daar lag ook een speeltuin. Mm -hmm. Dus maar als klein kind, als de speeltuin dicht was, dan ging je, want ze hadden ook een hindernisbaan bij de politieschool, mm -hmm. dan ging je eroverheen en dan ging je verder de hindernisbaan spelen. Stiekem sterk worden. Stiekem sterk worden, ja, ja man. Nee, ja dat is. Uh, en, uh, ja, weet je, en ik, ik ben nou uh, twee jaar geleden ben ik overgestapt naar de intelligence en. Um, ja, ik vond het gewoon leuk en ik merkte dat ik echt wel een voordeel had aan mijn blauwe achtergrond. Uh, op een gegeven moment uh, werd ik gevraagd of ik een leerwerkplek als senior wilde. En uh, ja, goed, weet je, het zou stom zijn als ik het nee had gezegd. En een jaar later is, uh, was, was, kwam er een vacature vrij en daar heb ik op gesolliciteerd. De eerste keer niet aangenomen omdat ik een slecht gesprek had gehad. Ja, je moet je eens hoe je hier aan het lullen bent, man. Ja, ja, nee, maar ja, goed, ja, weet je, Je dat... kan ook goed schakelen, merk ik. Als ik inbreek, bijvoorbeeld, pak jij hem gewoon, boe je beter dan ik? Pak jij hem gewoon op waar je gebleven bent? Maar dat bent. is echt iets wat ik bij de politie geleerd heb, echt, Ja? ja. lullen heb Zijn er trucjes geleerd voor? De... Ja, ja, je krijgt, je krijgt is wat ik zei, hè, je krijgt echt wel een gedegen opleiding bij de, op de politieacademie. Uh, uh, ook een stukje sociale vaardigheden, SOFA, is echt letterlijk een vak. Uh, empathisch vermogen, uh, zo'n ding allemaal. Je krijgt het echt aangeleerd. En, uh, ja, en daadwerkelijk het straatwerk doen, voor de ratten gegooid worden, dat is echt de beste leermeester. Ja. Dus um, het was ook vier maanden stage, vier maanden uh, op straat, vier maanden stage, vier maanden op straat. Uh, en dan kon je iedere keer wat je dan op, op de academie had geleerd, kon je dan uh, moest je dan ook gewoon echt toepassen in de, op straatwerk. En um, ja, dat was in die zin, hè, um, ja, durf ik echt wel te zeggen, dat het, uh, ondanks dat er ook al bezuinigd moet worden, dat er best wel druk op staat op, op, de, uh, op de opleiding, omdat er heel veel mensen bij moeten komen. Um, durf ik echt wel te stellen dat wij echt wel wereldwijd gezien een gedegen uh, politieopleiding hebben in Nederland. Ja, dat, dat geloof ik ook. Daar ben, ja. uh, ben ik echt van, uh, van overtuigd. Laten maar goed, om uh, toch nog even ja. to terug te komen. Kijk, een uh, stukje, zo... stukje loopbaan. Um, ja, ik, ik kreeg dat aangeboden en ik, had, ik was niet met de intentie die kant op gegaan om senior te worden. Um, maar toch werden mij aangeboden. Ja, weet je, dat betekent toch dat ik mijn werk goed deed en dat het gezien werd. Uh, dat is natuurlijk uh, altijd uh, ja, fijn om te horen. Um, en, na, en toen kwam de, de tweede keer kwam er een vacature vrij bij ons op de afdeling uh, als senior. En ik denk, ja, weet je, ik solliciteer weer gewoon. Ik weet wat ik fout heb gedaan in het eerste gesprek. Dat ga ja. ik anders doen. En uh, toen werd ik aangenomen als senior en nu uh, ben ik brigadier. Dus, uh, weet je, het is best snel gelopen. En, en uh, ja. ik had de ambitie daar ook liggen. Um, en ik, voor mijn, ik ben nog niet klaar uh, voor mijn gevoel. Ik bedoel, ik ben nu 35 en ik moet er toch gewoon 30 jaar. Dus ik moet straks in de titel. Kan ik heel cool zetten, Erik Rutte, brigadier. Uh, ja, mag, mag. Maar uh, de, 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 de rangen uh, tellen wat minder zwaar bij de politie als uh, bijvoorbeeld dan bij de ah, ja, 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 ja. Uh, In de zin van, natuurlijk uh, is er hiërarchie en uh, ik heb ook zeker respect voor iemand die boven mij staat. Ik bedoel uh, dat, mm. dat uh, hoe dan ook. Alleen uh, er is meer gesprek onderling. Uh, ja. um, daar waar als, als je op een gegeven moment zegt van ja, luister, ik ben de pelotonscommandant en ik zeg nu links en uh, ja. dan moet je als corporaal ook maar accepteren ja. dat het links is. Ja. Um, dat is daar anders. Daar kun je echt wel over uh, een discussie gaan. Maar ja, maar luister, um, jij zegt links, maar als we links gaan, dan de, weet je, dat, dat ja, is ja, ja. dat is de Dat is uh, veel meer in het grijze gebied wagen. Ja. Nou, dat is mooi, want in het grijze gebied mag je zelf heel veel dingen invullen ja, en kun precies. je zelf heel mooi ontplooien. Ja. En leer je snel je minder en uh, minder goede kwaliteit en je sterke kwaliteiten. Leer je snel ja. kennen in zo'n gebied. Ja, absoluut. Ik wil nog even terug naar de straat. Mm -hmm. Want ik ben van de Molenberg. En de, als je op de Molenberg, ik ben geboren getogen Molenberg, dan groei je eigenlijk een beetje op op de straat hier. straat hoeft niet negatief te zijn. Nee, nee, zeker niet. Ik, ik was wel vroeger een, een boefje. En wat ik mij nog kan herinneren, is. Kijk, toen had je nog niet echt de wijk, de, de wijkagent. Mm -hmm. um, ja, wat had je meer van die coaches uh, achter door de wijk lopen? Mm. Maar. Um, het, dat was toch altijd wel een beetje een uh, kat en, uh, en muis spel. Maar dat is nog steeds zo. Ja, ja dat, dat, maar dat, dat, dat is ook wel leuk. Want wat maakt het agent uh, het, het op straat zijn leuk? En dat, laten we daar eerst over hebben. Wat, wat zijn de prettige en de leuke dingen die je meeneemt van je veldwerk, het straatwerk? Je kunt, uh, en dat, dat klinkt heel, heel, heel cliché, maar je kunt echt wel een verschil maken voor, uh, voor, voor sommige mensen. Um, en um, ongeacht of jij uh, wat doet, hè? want heel simpel, als ik in de auto zat en ik was rond aan het rijden, dan had ik al een preventieve werking met de auto. Niet zozeer ik, maar de auto wel. Die strepen, die, die doet wat met mensen. Uh, automatisch, als jij een politieauto op je af ziet komen, dan controleer je toch een beetje van, oh, heb ik mijn gordel om, mm -hmm. heb ik mijn telefoon niet in mijn handen, weet je wel? Het heeft toch een preventieve werking. Ja. Um, dus ja, het, het kunnen iets kunnen betekenen voor de maatschappij, was voor mij eigenlijk wel echt een drijfveer om, uh, om zeg maar, uh, die overstap te maken. Ja. Um, hetzelfde een beetje als in Afghanistan. Hè? Je, je gaat op vredesmissie en het blijkt toch iets anders te zijn. Um, dat is wel anders. Want ja, de negativiteit op, op straat overheerst vaak toch wel. Hoe, kun je, heb je een voorbeeld uit eigen ervaring of van iemand anders, maar ook, dat je wist van kijk, nu in je straattijd, ja, dit heb ik gewoon goed gedaan. Ik heb de, deze persoon, daar, die heb ik geholpen, die heb ik. Goed geadviseerd of weet je, ik heb hem uit een situatie gehaald. Of dat je later hoorde, feedback kreeg dat, dat jouw optreden iets met hem, had, hem of haar had gedaan. Ja, nou ja, goed, ik denk dat ik daar het beste voorbeeld van heb. Maar ja, is dat politiewerk, dat is eigenlijk meer ambulancewerk. Maar het was een jongen die was uh, flink toegetakeld met een mes. Die had 17 messteken, meen ik. En uh, toen kwam ik haar bij mij om de hoek kijken. Uh, wat dat betreft het uh, EHBO-gedeelte bij ja, de politie die is van 17. e nee nee, ja, ja, nee. keer geschenkt nee ja, dat, dat is moeilijk te tellen als het zo'n bloedbad is maar nee, ja, ja ja ik, uh, ik heb uiteindelijk wel ik heb uh, zijn, uh, zijn slagaders heb dichtgeduwd en uh, ik heb daarna teruggekregen van de ambulancebroeders van Wat ja je zei slagaders? Hm? de ereing ja die had, uh, die had twee uh, zijn nek die lag open en um, en zijn, zijn arm die lag open um, maar ik heb wel teruggekregen van de ambulancebroeder: van, hey, als jij dat niet gedaan had, dan had hij niet dus meer ja, oh, ja, ja. geweldig. Ja, mooi. mooi. Dit vind ik mooie dingen om te horen. En daarom ben ik ook blij, want ik wil vaker mensen van de politie hier hebben. Ook van de brandweer, ook ambulancepersoneel. Um, vaak vergeten doelgroepen. En je zegt het net al: aderen dicht gedrukt. Bij de politie, net als bij defensie, is heel veel PTSS ook. En PTSS-klachten zijn twee verschillende dingen: ja. PTSS-klachten en PTSS zelf. Hè? Uh, PTSS is echt de her herbeleving. Mm -hmm. Um, dan ben je ook zeg maar, weer terug in het crisisgebied of in het moment. En wat mensen heel vaak vergeten. is dat politieagenten. dat zijn de motherfuckers. die als eerste daar onder zien zijn. Die, liggen bijvoorbeeld, die zien bijvoorbeeld bij iemand die zelfmoord heeft gepleegd voor een trein. of, of iemand van de ja. politie of van de brandweer. Ja, die, die ligt daar, die persoon. Weet je, of je komt aan, zoals wat jij zegt. Druk, moet die aders dicht drukken. Dat doet wat met je, weet je. Nou, ja, ik, ik, ik durf eigenlijk best wel te zeggen dat uh, die zeven jaar op straat, uh, inclusief opleiding dan, uh, dat ik in die zin uh, meer krassen op mijn ziel heb gekregen, denk ik, dan uh, die twee uitzendingen. Ik, uh, ik heb TV3 gedraaid, hè, de, de mensen die, zeg maar, een beetje... Dat was Oersgaan 3, ja? Ja. Uh, was dat je Tarenkot of? Uh, uh, TK, ja. TK, ja. ja uh, daar ja, uh, hebben we natuurlijk de Slag om joren gehad, en noem maar op. Uh, ja, weet je, dat, dat was ook best wel een, een heftige uitzending. Maar als ik dat dan. Uh, het is allemaal wat verder van je af. Uh, het is minder persoonlijk. Hier uh, ja, is het toch echt dichtbij. Je hebt, uh, als mensen verzet plegen, dan is het echt mano a mano. Hè? Dan wil die man of, of die persoon die wilt mij wat aandoen. Ja, en, uh, in de jouw zin, fysiek wat aan. Precies. Ja. Um, dus dat maakt, het, uh, dat, dat maakt het af en toe. Het, het politiewerk misschien nog wel af en toe heftiger dan, uh, dan, het, uh, dan de uitzendingen, denk ik. Ja, ik denk om uh, wat, uh, uh, wat meer context bij uh, te zetten voor anderen, wat jij bedoelt, is in als jij zegt dingen op afstand en meer dichtbij, het kan ook echt letterlijk zijn, je wordt van een afstand bevuurd. Ja. Of je ziet van een afstand dat een peloton op een bom is gereden en je kunt het niet direct op. De politie is direct ja. betrokken. En ik bedoel, eh, terwijl ik dit zeg, hè, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ervaring. Hè. Ik bedoel, je hebt hier ook gasten gehad die gewoon een ID-aanslag hebben overleefd, hè. Ja. Eh, dan wordt het natuurlijk wel heel erg eh, persoonlijk en kwalijk bij. Um, maar als ik het dan even puur op mijn uh, uitzending ga kijken, ja, ik denk dat het dichtstbij zijn de vuur vaak op 50 meter is geweest of zo. Ja. In die zin, uh, ja, dat is dus niet zo, niet zo dichtbij, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, en dat is maar de, de politie waar ik wel. Je bent altijd met de neus sta je op de feiten en uh, dan gebeuren er dingen. Speaking daarover, of, ja, ik moet af en toe ook een beetje oude hoeren. Maar dan zeg je, die sta je daar met de neus op de, op de feiten. Ik zie soms, dan denk ik dan noem maar wat. Huiselijk geweld. En dan staan er gewoon fucking zes, zeven auto's. Dan denk ik, nee. Nee, ja. jongens, jullie komen gewoon nu janka's op safari. Jij komt gewoon kijken hoe het met de collega is. Je hebt even niks te doen, jongen. Ja, dat, maar, nee, nee, maar ik, vind het wel, ik vind het wel goed dat je het aanhaalt, Want is, ja. het zijn natuurlijk wel dingen die uh, wat mensen wel vaak denken. Hè, van, uh, ja. Ja, moet het nou, kom op, hebben jullie niks beters te doen? Dat zijn de standaard opmakingen. Ga er maar vanuit. Uh, want dat is vanuit mijn, uh, mijn tak. Hè? Als er zes auto's staan, dan is de kans best wel reëel dat daar iets speelt, zeg maar, waardoor er wel veel mensen nodig zijn. Of het dan zes auto's zijn of drie auto's. Uh, dat is natuurlijk ook nog wel, hè? want uh, weet dat um, we hebben af en toe moeite om auto's uh, vrij te krijgen voor uh, meldingen te draaien, zeg maar. Omdat, omdat er gewoon een hele grote druk staat op het operationele proces. Dus als er zoveel auto's ergens zijn, dan is het wel serieus. Ja, dus dan moet ik het zien van... Uh, uh, nou, laten we hem terugpakken naar de, de melding. Hoe completer de melding, ja. daar zou het aantal voertuigen van wat daar staat kunnen, kunnen afhangen. Ja. ja. Um, goed voorbeeld misschien. Uh, even een persoonlijk voorbeeld. Ja. Uh, dat is ook een van de enige van de weinige keren uh, dat ik zelf op uh, YouTube uh, in uniform sta. Daar heeft iemand mij uh, een omstandige film... Pull that shit up, Michel. Die ga je bijna <laughs> niet vinden. Die ga ik, ik, ik het ik heb er heel lang naar gezocht, maar die, die vind je bijna, uh, gelukkig bijna niet. Ja. Um, toen moesten wij een, um, een kindje van drie maanden uit huis plaatsen. Oh. Uh, ik ben zelf vader, hè? Weet je, dat ja. doet wat met je. Dat zijn geen toffe dingen om te doen. Um, dat gebeurt in Nederland ook echt alleen maar uh, als, het, ja, als er echt iets heftigs aan de, gang, aan de hand is. Want anders krijg je een kind echt niet uit huis geplaatst. Um, Levensbedreigende omstandigheden? Of, uh, ja, ik zal een korte inleiding ja. doen. Die ouders, die, die, uh, dat waren, uh, waren twee junkies, en die, lagen, die zijn s'nachts, uh, zijn collega's daar geweest, en die hadden allebei een overdosis genomen. Uh, heroïne. Uh, niet dodelijk, maar die waren wel echt helemaal uh, van de wereld af. En de collega's hebben, zijn dan naar binnen willen gaan, maar dat ging niet, en daar liepen uh, twee gevechtshonden, twee Stafford. Uh, is misschien uh, is niet omdat Stafford's nou per se slechte honden zijn maar in combinatie met die mensen zijn dat niet uh, geen betrouwbare beesten maar ik heb ook kippenvel van wat jij mij nu vertelt dus en dat, dat, ki dat kindje hè, dat lag dus in de box drie, drie maanden oud en die, die lag daar gewoon te kijken ja goed zo'n kind moet gewoon om de 2,5 uur drie uur moet, die, uh, moet, zo, moet een kindje gevoed worden hmm. uh, dat heeft uiteindelijk heeft dat nog een paar uur geduurd voordat uh, de, de molen zeg maar draaide met jeugdzorg en noem maar op en toen zijn we op een zondagochtend uh, maar dat was ook in een, uh, in een wat minder prettige wijk, zeg maar. Mm. Uh, wij zijn dat kind uit, uit de woning gaan halen en uh, we, hebben, we zijn er met zes auto's naartoe gegaan. En we hadden vijf auto's nodig om de mensen op, op afstand te houden. En ik, ja. ik uh, ben uiteindelijk met dat kind naar, uh, naar de jeugdzorg, uh, het voertuig van jeugdzorg gerend, had dat kind overhandigd. En we zijn gewoon letterlijk uh, met de wapenstok in handen zijn we moeten vertrekken daar. Dus dat is de reden waarom wij vaak met... Maar waarom moest je dan met de wapens toch in handen? Omdat jullie dat kind uit huis... Dat is weer wij zijn, wat, wij de voorkant zijn, wat de mensen alleen zien. De mensen zien, zien alleen dat wij een kind uit huis, huis plaatsen. Ja. En dan heb je ze weer. Ze komen weer uit het gezinsleven van mensen vernieuwen. Maar van, dat familie. moet toch wat met jou doen? Of met een agent? Je bent al verdomme een kind... Het leven aan te redden. Ja. En dan staan daar wappies omheen. Hetzelfde uh, uh. met de ambulancepersoneel ja. en overheidspersoneel. Wat nou met nieuwjaar. Ja, sorry. Ik, ik ben blij dat er geen vuurwerk uh, meer uh, verbod. Het is puur persoonlijk mensen, ik schrik er gewoon altijd heel erg erg van, maar om, om te verwijzen naar naar, naar nieuwjaar. Ja. Ja. Nee, ja, goed, mijn persoonlijke volger, uh, ik, ik denk dat het uh, voor, voor, uh, voor ons werk uh, een stuk makkelijker is. Uh, prettiger gaat worden. Zo moet ik het zeggen. Niet makkelijker, maar prettiger. Nee. Heb jij het wel eens meegemaakt, Erik? Dat, uh, nee, ik heb eigenlijk... Wij, wij, wij mogen kiezen. Kerst of nieuwjaar werken. En uh, ja, goed. Uh, thuis gaat het voorkeur uit dat ik met nieuwjaar thuis ben. Dus ik heb in principe uh, geen nieuwjaar uh, gewerkt. Oké. Okay. Ik ben meestal met kerst uh, Ja. Hé, hey, wat ook een beetje hetzelfde is. Uh, heftig pedaal. bedankt dat je dat, uh, dat je dat deelde. Als je dat vindt, ik hoef dat niet te zien, uh, Michel. Dus, uh, maar dat had je al door, hè. Dus uh, dankjewel. Was uh, pittig. Ik vind, vind het ook belangrijk dat mensen dit soort dingen horen om... Horen om Holy shit, dit, daar krijgen, komen die mannen en vrouwen van de politie. Kom je ja. gewoon mee in aanraking, weet je? Ja, misschien op, daarop aanhaken. Om echt een, een stukje uh, mindset daar te creëren. In, in, het, in hetzelfde soort casus uh, moesten wij dus ook een, uh, een kindje van twee of drie jaar moesten wij het huis plaatsen. Maar die moeder, die, uh, die was zwanger van haar achterkant, meen ik. En al die <laughs> Ja, maar al die, al die andere kinderen die waren ook al uit huis geplaatst. En uh, jeugdzorg ging, het, uh, ging dat uh, kindje van twee uh, uh, ja, ja, afnemen. Dat is echt een, een na woord. Uh, maar in ieder geval uh, zeg maar uit huis plaatsen uh, voor de veiligheid van het kindje. Um, die moeder die was een maandje of acht zwanger. En de jeugdzorg moest verplicht, volgens, uh, volgens de regels, moest, uh, moest de jeugdzorg moest aanzeggen... Dat, uh, dat het ongeboren kind ook onder jeugdzorg ging vallen. Ja. Uit paniek, uit, uit woede, uit noem maar op, pak die zwangere vrouw, die pakt me zo'n vleesmes uit de, uit de keukenla. En die zegt: Jullie gaan geen kind meer van me afpakken. En die wil dat mes in haar, uh, in haar buik steken. Dus uiteindelijk heb ik samen met een collega, uh, moet je nagaan, ik, dus ik pak mij uit automatisme mijn pepperspray. Maar uh, mm. ik denk: oh, nee, fuck. Wij mogen geen vrouwen, zwangere vrouwen pepperen, dat mag niet. Dus ik, 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 ik hang mijn pepperspray weer terug en ik denk: Ja, en nu? En toen vloog mijn collega. Vlog over haar heen en toen hebben we gewoon liggen rollenballen, liggen vechten met een zwangere vrouw van acht maanden. Ja, ja wat de hel. Denk je dat ik daarvoor uh, naar Berofi uh, ga om, uh, om, om de dienst uh, in te gaan ja. met de gedachte van, dan ga ik vandaag eens even met een zwangere vrouw uh, ja. vechten? Echt niet. Maar goed dat je die, uh, die beleving en die inleving ook uh, kunt maken van dat schakelen, weet je. Dat ik neem aan dat je dat ook wel een beetje bij Defensie in het begin hebt geleerd en dan nog beter daar ben geworden bij de politie. Van, nee. Ja. Kan de machtenperk, dat kan hij helemaal niet. Nee, precies. Heftig. Uh, ja, ja, ik heb ook uh, mijn, mijn alle, allerlaatste dienst buiten uh, op, op straat. Uh, is echt mijn, mijn, mijn kutste dienst ooit geweest. Uh, toen kwam ik ook op een melding aan. Simpele burenruzie dat, dat, dat is een uh, gebed zonder einde. We, we, we sussen de boel. We laten de mm. wijken gaan de dag daarna even naartoe gaan. En uh, het is zo. Ik heb drie keer mijn vuurwapen in mijn handen gehad. Maar ik durfde niet. Er kwam, kwam op een gegeven moment kwam daar een, een, een man aan. Een agressor, zeg maar. Uh, mm -hmm. ja, weet je, dat was een, een oermans. Ik ben zelf 1,65. Ik ben wel stevig gebouwd, maar die man, weet je, die, 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 die was straat te maken, die had zo'n zo, zo klauw. Die liep nog net niet met zijn knokkels over de grond. Die, die heeft letterlijk hij een, ja. een, 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 een tuinhek uit de grond getrokken om bij de andere ja. partij te komen. Um, er was, die man die was doorgesnoven, dus zat vol op de kook. Uh, die was niet te stoppen. Die, ik had mijn pepperspray in eerste instantie in de hand, want je gaat geweld. Had hij waarschijnlijk als je gespreid had. Nou ja, ja. Nee, die zegt, Sheer. kom maar met je spreken, want ik ben het wel, inmiddels wel gewend. Ja, weet je, als die man zoiets zegt, ja, oké. Okay. Uh, dus ja, toen heb ik ook de eerste en de enige keer in mijn uh, politiecarrière heb ik op de noodknop geduwd. Um, en dan komt echt uh, het, het bijgevoel van de politie komt dan in één keer. Ja. Als, je, als je op de noodknop duwt, ja, weet je, oh, assistent... de ze om Dat is één woord wat je nooit op de poorten op de moet roepen, dat is assistentiecollega, tenzij... Ja. Ja. Ja, en dat was gewoon mijn laatste dienst. Mijn laatste dienst uh, op straat die, die ik gewoon chill wilde doorbrengen. Uh, weet je wel, een beetje afscheid uh, van, uh, van het straatwerk. Ja, ja, ja. En heb ik gewoon een assistentie collega om roepen En um, ja, ik moet zeggen, die, um, die, die melding heeft mij ook wel een tijdje achtervolgen. Want ik heb drie keer het vuurwapen in handen gehad. En drie keer dacht ik van ja... Ik, er speelde op dat moment een rechtszaak tegen een collega hier uit, uh, uit, uit het zuiden. Ja. Um, die was al veroordeeld, alleen dat liep nog een hoge beroep. Uh, met dat in mijn achterhoofd durfde ik gewoon niet het vuurwapen in mijn handen te pakken. Ik denk, ja, weet je, niet op mijn laatste dienst. Niet dat ik dadelijk iemand uh, uh, tot stoppen dwing met het ergste middel wat we hebben. En uh, uh, dat ik dadelijk zelf uh, in, 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 uh, in een gedagde bankje zet, En dat de officier van justitie mij op de hoogste boom uh, vastknoopt. Ja. Dus, um, ja, toen heb ik voor het eerst in, uh, in mijn leven, voor het eerst in mijn ja. leven, voor het eerst in mijn politiecarrière heb ik letterlijk een figuurlijke stap achteruit moeten doen. En heb ik de controle los moeten laten gaan. ja. En daar heb ik best wel last van gehad. Oké. Okay. Dat was wel, was wel een heftige, heftige melding. Ja. Dus ja, in die zin, weet je, dat, dat, dat heb ik ook gewoon eventjes moeten verwerken een paar weken en dat doet gewoon iets met je. Ja. Ja, ik vind het, uh, ik vind het heftig allemaal, uh, man, wat je, wat je vertelt. En ik ben zelf eerst wel, uh, eerst wel wat uh, gewend, maar wat jij zegt, is: dit is zo erg in je face, ja. zo, zo, zo bovenop. Ja, ja, weet dat... je, daar spelen zoveel dingen mee op dat moment. Het was dus ook een, een wat minder, sla een minder goede wijk. Um, een gedeelte van de straat was pro-huisnummer dit. En het andere gedeelte van de straat, en dat liep allemaal uit, was pro-huisnummer dat. Dus dat als ik, ja, die stonden eigenlijk als twee kampen tegenover elkaar. Dus als ik daar iets had gedaan, uh, dan had ik sowieso uh, minimaal 20 man aan mijn nek gehad. En daar was ik niet ja. uh, uitgekomen. Die hadden mij gelinched, bij wijze van. Dus mijn collega en ik, uh, we hebben elkaar aangekeken: van, dit, gaan wij niet, dit gevecht gaan wij net nooit met z'n tweeën winnen. Wij gaan uh, eventjes terug. Soms is, het, soms is het ook beter om een stap terug te doen. Verwijs ik weer naar fil ja. filmpjes zetten. Dus ja. zie je wel eens met ze lachen. Uh, kijk, ze taaien af, ze houden ja. af. Ja. Uiteindelijk is dat wel de juiste ja. beslissing geweest. Ja. Uh, wij hebben een stap achterwaarts gedaan. Uiteindelijk is er een, uh, een arrestatie eenheid gekomen en die heeft die vent uit, uit de woning getrokken. Ja. En uh, we hebben daar gewoon uh, daar de boel afge afgeschermd totdat het AE er was. En toen was het ook gedaan. Ja. Heb je wel eens, heb je echt, want je zei het heeft me een tijdje achtervolgd, heb je er ook uh, psychisch-mentale klachten van gehad? Dat je dacht: van, uh, wow, ja, dit, ik, dit, dit gaat nou even niet goed met me, dan moet iemand, ik moet met iemand praten. Nou, niet zozeer op, op politiewerk, uh, maar ik heb wel bijvoorbeeld uh, een, een jaar of drie geleden merkte ik dat ik bepaalde triggers had uh, wat mij uh, deed triggeren om terug te denken aan Afghanistan. Uh, een voorbeeld. Uh, als ze nu afvalend asfalteren, nieuw asfalt in asfalteren nee, waren, ja. die geur, een hele specifieke geur, als ik die geur roek, dan, dat triggerde mij om terug te denken aan Afghanistan. En het is heel onschuldig begonnen. Maar het kwam, het kwam toch wel steeds, steeds vaker kwam het naar voren. Toen zei van ja, moet ik hier wat mee? Uh, dit zou wel normaal zijn, noem maar op. Uh, maar op een gegeven moment maakte ik ook bijvoorbeeld als het voorjaar werd en de zon die begon een beetje op mijn huid te schijnen. Maar waren allemaal van die kleine triggertjes waarvan ik dacht van, hey, het, het doet iets met me. Ik had mm. geen flashbacks, ik had geen slecht gevoel erbij, maar ik werd wel iedere keer op de een of andere manier teruggetrokken naar Afghanistan, hè, om daar terug, aan terug te denken. Nou goed, mijn, uh, mijn vrouw en ik die zijn inmiddels 15 jaar bij elkaar, en zij heeft de uitzending ook meegemaakt, dus ik, 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 zou, ik zei dat ook tegen haar, ik vind het toch vaag, ja, 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 ja. kijk eens of je met iemand kan, uh, mee kan praten. Ja, zij, zij kent jou waarschijnlijk beter dan, dan jij zelf. Ja, ja op een bepaalde vlak ja, misschien wel, ja. 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 ja, ja. Dus op een gegeven moment, ja, weet je, maar ik ben hulpverlener, ik ga toch geen hulp zoeken, weet je wel, dat was echt mijn gedachte. Uh, en ik schaamde me daar ook echt voor, want ik, ja, weet je, ik, uh, ik, ik nogmaals, ik ben hulpverlener, ik ben politieagent, ik moet mensen hulp bieden, dan ga ik toch geen hulp vragen, of wel dan? Uiteindelijk toch de stap genomen om uh, uh, een belletje te doen naar het veteranenlokaat. heb ik mijn uh, verhaal uitgelegd en toen zeiden ze: van, Weet je wat we doen? We, we sturen je een case manager, uh, die gaat even met jou praten en uh, dan gaan we eens even kijken wat misschien wijsheid is, misschien is het niet nodig, misschien wel. Nou, die case manager die is gekomen. Uh, prima vent, hele aardige vent. Uh, ook goede gesprekken mee gehad. En die zei: die had al een vermoeden wat het zou kunnen zijn, wat ik had. Uh, met die gedachtegang heeft hij mij doorgestuurd naar Reinier van Arkel. Uh, bij een traumapsycholoog. En uh, ja, dat was wel een dingetje voor mij, hoor. Volgens mij dat was dat in Den Bosch. Ja, ben ik ook geweest, Reinier van Arkel. Ja, Den Bosch. Uh, toen, uh, toen liep ik dat gebouw naar binnen en in eerste instantie ook nog het verkeerde gebouw. En, um, ik ook. Het eerste wat ik echt dacht, serieus, hè, want wij, wij werken heel vaak met uh, mensen die psychische klachten hebben bij de politie, uh, veel te veel eigenlijk. En ik loop dan naar binnen en ik kijk omheen en ik zie mensen zitten. En ik denk, ja, dat zijn eigenlijk de mensen die ik normaal gesproken afzet, als het ware, bij de Mondrian, zoals, zoals hier de GGZ uh, heet. En nu, nu zit ik er zelf. Wat de fuck is gebeurd? Wie, wie, mm -hmm. dat, dat voelde niet chill. Uh, uiteindelijk toch het gesprek aangegaan met die traumapsycholoog. En uh, daar hebben we een anderhalf uur een intakegesprek gehad. En ik liep naar buiten en ik denk, nee. Die man die weet echt totaal niet waar ik het over heb gehad. Dit, 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 dit is echt uh, de zonde van mijn tijd geweest, zonde van het zorggeld. Wat een bullshit. Nou, twee, twee weken later uh, belde die man terug. Zegt hij, luister, je jouw jou gesprek heb ik uh, beoordeeld samen met uh, de psychiater. We willen graag een terugkoppelgesprek met je doen. Wil je die telefonisch of wil je die in persoon? Ja, weet je, in persoon graag, want ik wil dan wel eventjes... Nou, prima. Afspraak gemaakt. Terug uh, koppelgesprek. Uh, ik ben daar naartoe gegaan. En die man die zegt: Wat vond je van, de, van het gesprek? Ik zeg, nou, heel eerlijk. Ik, zeg, ik heb echt het gevoel gehad dat jij totaal niet wist waar ik het over had. En die man, die, 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 die psycholoog, die begon te lachen, en die zegt. nou Prima, ga zitten. Uh, en die begon op een whiteboard begon die het gesprek in, uh, in, uh, in, in wat steekwoorden uh, uh, neer te zetten. En hij begint dat uit te leggen. En ik denk. Kerel, je hebt het echt helemaal begrepen wat ik bedoelde. Wat, wat, hoe kan dit? En uh, toen zei hij: van, Ja, luister, we hebben natuurlijk gekeken of je PTSS hebt. Hè? En dit zijn de vijf pijlers. Nou, hier doe je nu aan, hier doe je nu aan. Dit is niet uh, deze wel en deze niet. En hier kom ik, dat zal ik je uitleggen. Nou goed, zegt hij: Het is heel simpel. Uh, jij hebt op je 21ste uh, Task Force Urus gaan, hè? TV3. Heb jij um, op uh, Champions League niveau heb je de finale gespeeld? En je zit nu weer terug op uh, amateur niveau, uh, voor je gevoel. Of, uh, ik ben, ik ben, of Toto Divisie, wie weet ik het. Weet ik, ja, ik, ik, ben, is, ik ben geen voetbalfan. Uh, ja, dus, uh, nee. Maar in ieder geval, je zit in ieder geval niet meer op die, op die finale. En dat is ja. iets uh, dat, dat, uh, dat doet iets met je. Uh, je, hebt, je hebt gewoon geacteerd op, uh, voor jouw gevoel echt uh, uh, ja, de top. En die top die wil je weer bereiken, alleen het lukt je niet. En je weet eigenlijk ook wel onderliggend dat het uh, niet meer gaat komen zoals jij dat toen hebt ervaren. Ja, dus want die omstandigheden zit je niet in. Nee, precies. Nee. Um, en dat, 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 die issues, dat, dat, dat zijn gewoon levensvragen eigenlijk wat je nu hebt. En die dingen wat jij uh, ervaart met die uh, geuren en gevoel, dat zijn gewoon, uh, je moet het zo zien, je brein is een harde schijf en mm -hmm. um, iedere keer als jij wat meemaakt, komen daar kleine krasjes op. De kras op de ziel, wat ik net al aanhaalde. Ja. Um, zolang die harde schijf door blijft draaien, is dat echt geen enkel probleem. Hij zegt, dat hoort erbij. En ook met het werk uh, wat je nu doet, de politieagent, dat heeft voor nog veel meer krasjes gezorgd. Maar jouw schijf is gewoon nog door aan draaien. Je hoeft je eigenlijk niet druk te maken. Het is heel normaal dat bepaalde uh, um, ervaringen gekoppeld worden aan geuren of aan kleuren, of noem maar op. En dat is wat, wat gebeurt. Hij zegt, je hebt geen PTSS, je bent gewoon eigenlijk een normaal functionerend persoon uh, die gewoon reageert op een abnormale situatie. Ja. En toen ben ik naar buiten gelopen na dat gesprek. En het was voor mij meteen alle, 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 alle puzzelstukjes waren in één keer uh, in elkaar gezet. En ik denk, ja, dit, dit, ik, ik snap het, ik snap wat vandaan komt. En te zien, uh, als ik dan zeg maar, een soort van triggermomentje heb, uh, ja, dan, dan weet ik waar ik het moet plaatsen. En ja. ik heb in die zin, uh, ik klop even af, nergens last van. En ook met dat incident wat ik net uh, tegen jou zei, ik heb er wel een paar weken last van gehad. Maar door dat gesprek met die traumapsycholoog kan ik het wel op een bepaalde manier plaatsen. Ik weet waarom bepaalde zaken mij dan uh, raken. Snap je? Ja, zeker. En ik vind ook, uh, dankjewel voor sharing, man. Want dat is, uh, ik, ik praat hier met meerdere mensen, uh, mensen over en jij je vertelt het uh, heel goed. Maar wat mij vooral uh, uh, bijblijft, is dat jij vanuit je, ja, well, fuck hey, ik ben hulpverlener. Ik, oh. ik zet mensen in, uh, nog net niet uh, zelf hier op de stoep neer, weet je. En dan vind ik het des te uh, ja, dapper door, weet je dat je toch die stap durft te nemen, ...want je weet niet wat eruit gaat komen. Vanzelfs nee, bij je heb je, ik heb je geen kras... heb je een fucking groef. Ja, 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 absoluut. Weet je? Dus uh, nee, maar... nee, maar dat is ook. Ik heb daar ook echt wel, uh, ik, ik heb daar ook echt een persoonlijke strijd mee gehad, hoor. Uh, ik heb ook in eerste instantie heb ik dat tegen niemand verteld dat ik dat ging doen. Ik heb dat uh, als, uh, uh, ik heb dat ontweken. Ik, ik, ik zei dat niet en ik was er. Ik schaamde me er gewoon voor. Ik, ik ga daar niet, niet over liegen. En uiteindelijk denk ik, van... ja, weet je wat? Uh, waarom schaam ik me er eigenlijk voor? Want uh, want dat zei die psycholoog tegen mij. Want dat ja, ik heb dat natuurlijk wel benoemd. Van, ja, weet je, ik vind het niet chill dat ik hier nou bij je zit. Hij zegt: Ja, maar als jij last hebt uh, van iets, dan ga je toch ook naar de huisarts. En ik ben gewoon een huisarts, maar alleen ik kijk niet naar jouw klacht wat, jij op je, op, op, wat zichtbaar is. Ik kijk naar de klacht wat niet zichtbaar is. En ik denk: Ja, dat is inderdaad wel uh, een, een dingetje. En een GGZ is natuurlijk een heel zwaar beladen ding. Uh, hmm. Maar eigenlijk heb ik gewoon een huisartsbezoek gehad. En uh, die heeft mij gewoon eventjes uh, wat, tips, wat, wat tips en tools gegeven. En ik, ik kan er gewoon mee verder. Het heeft, het heeft mij zoveel gebracht, dat stomme gesprek van anderhalf uur. Ja, ja maar het bleek dus geen stom gesprek. Jij zegt, nee. ik kan nu verder. Toen straks gaf je ook aan, ja, eigenlijk lopen er veel te veel collega's rond met PTSS-klachten. Hoe komt dat, Erin? Ja, het is natuurlijk ook een stukje trots aan cultuur. Hè? Ik bedoel, dat is bij Defensie niet anders. Dat is bij de politie niet anders. Ja, dat, wat ik zeg, hè, dat is ook hoe ik het zelf ervaren heb. Mm. Um, dus dat heeft niet te maken, sorry dat ik inbreek, dat heeft niet te maken met dat er geen mogelijkheid tot zorg is of te nee, weinig nee, capaciteit nee, nee, is. Nee, dat is het Het ligt moment. meer in, uh, post, inderdaad. Het lijkt me inderdaad voor hulpverleners nog lastiger dan voor een militair om naar een. Uh, ja, weet ik niet. Ik, uh, ik, 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 heb het natuurlijk voor, uh, voor militaire dingen ben ik dan gestapt. Alleen, ja, nogmaals, ik, 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 ik zal, in de rol van politie gaan. Dus, uh, en dat dat telt ja, maar ook wel mee. Dat bedoeling ook, ja. ja. Um, Nee, de laatste jaren is, is de aandacht voor PTSS bij de politie ook echt enorm gestegen. En het wordt ook echt heel serieus genomen. Het blijft gewoon, hè? Ja, PTSS, dat is, zo ook, dat is een heel grijs gebied, hè? Ik bedoel, het maakt niet uit of het nou over de fanzie PTSS gaat of politie, maakt niet uit. Um, het blijft gewoon een heel grijs gebied. En um, ja, waarom heeft iemand PTSS en hoe kan het? Wij zijn al heel snel geneigd om te gaan zeggen: van ja, maar weet je, die heeft toch helemaal niks meegemaakt? Of, uh, maar ik heb dat veel zwaarder gehad. Ik, ik, heb, ik heb tien vier uur gehad en hij heeft er maar twee gehad. Waarom heeft hij dan PTSS? Wat stelt hij zich aan? Maar dat, wie zijn wij om dat te beoordelen? Want nee. uh, wat, wij kunnen niet zien wat er tussen iemands oren Precies, gaat. en ieder mens is anders en ieder mens koopt anders. Met, uh, gaat anders met bepaalde situaties, uh, situaties om. Ja, precies. Want ik, to, ik weet nog, toen ik de eerste keer uh, ging, precies wat jij zei. Ik begon met dingen als geur, dingen te herkennen. En had ik had ook, ik heb helemaal geen flashbacks. En ik had meer een soort gevoel van gemis. En daar kwam, en daar kwam emotie bij. En ja. ik dacht van, wat de fuck is met jou aan de hand, gast? Zat ik een uh, Idols te kijken of weet ik veel. En toen kwam gewoon, uh, zag ik een auditie die heel mooi was. En dat was echt wel een mooi moment. En dan ging ik gewoon janken. Ja. En ik dacht echt, hé hey, gast, doe normaal hoor. Ja, ja een goed, goed voorbeeld van voor mij nu persoonlijk is. <laughs> ik, uh, uh, ik ben uh, dingen het kijken. Dat zeiden we na voor de podcast ook al. Uh, Kamp van Koningsbrugge. Ja, als ik dat zie, hè. Uh, oh man, ik, Ray, ik heb, get your ass on the goddamn podcast. Ja. <laughs> ik heb ik heimwee ik heb he naar, ja. naar, 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 naar bepaalde zaken. Ik zit dan heel onrustig op de bank. En ik, ik vind het mooi om te zien, ja. weet je wel. Um, ook gewoon... Uh, een stukje communicatie van de, uh, bij de commando's, weet je wel. Ik bedoel, ik, 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 ik vergelijk mij totaal niet met iemand uh, die ja. de groene barat heeft. Verge nee, uh, vergeet nee, je nee. dat niet in. Dat zeggen alle militairen wij al, Commando's is uh, eigenlijk om voor ons. Ja, uh, ja, ja nee, nee <laughs> precies. Ja. Ik bedoel, ik ga mij echt niet, uh, niet scharen maar ja. op het niveau van commando. Uh, maar weet je, maar toch als ik dat zie. Um, ja, weet je, het is een stukje AMO, uh, AMO Plus. Uh, eigenlijk ja. uh, AMO Plus Plus misschien wel zelfs. Um, ja, het is gewoon fantastisch. Uh, je, je weet het stukje... Uh, ik kijk nu ook met het stukje psychologie erachter. Dat vind ik mega interessant. Want, uh, ja. Je weet een bepaalde dingen waarom bepaalde zaken uh, gedaan worden... Uh, om te kijken wat het bij de cursisten doet uh, op psychologisch uh, aspect... Ja super vet. Ik, uh, en, en als ik het een allesomvattend iets moet uh, pak, eens, Michel, pak eens wat erbij voor kamp van ga door hoor pak, als, ik, als ik dan zeg maar een allesomvattend iets moet uh, zeggen wat, wat mis je dan bij Defensie hè? en dan uh, dat zal je alleen maar begrijpen als je bij Defensie hebt gezeten ik kan het heel kort houden dingen doen dingen doen, dingen ja. doen. en dat is echt als je dat dat, dat mis ik gewoon ja. Uh, en dan gewoon, af en toe is het gewoon heel doelloos dingen doen. Ja, maar je dus bent niet over nadenken, er zit niks achter, je moet het gewoon doen. Je bent met z'n allen bij ja. je dingen aan het doen. En dat is, dat is, ja, dat is echt typerend, Defensie, wat je naast terugvindt. Ja. En, uh, ja. Ik heb één aflevering gezien. Ik was verkocht. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb echt twee dingen: tweeledig. Eén, ik kijk niet graag militaire programma's omdat ik teleurgesteld ben. Aan de andere kant is als ik, ik ben bang dat ik niet teleurgesteld ga worden en dat gemisgevoel ga ja. krijgen en dan wil ik het niet kijken maar ik heb me voorgenomen dat ik kan uh, koningsbrugge dat ik die allemaal die hele serie in één keer wil uh, wil bekijken dus dat ik alles ja. achter elkaar kan ja, zien. ik vind het ik vind het echt, echt de moeite waard en dan eigenlijk vooral uh, vooral kudos naar de naar de instructeurs weet je wel die die die, die doen het gewoon uh, ja gewoon zoals het hoort en uh, ja ik geloof dat National Geographic of Discovery ja. heeft ooit eens een keer in, uh, een programma gehad. dat van die SF-guys. Uh, uh, ja. um, zeg maar een kamp ergens in vader opzetten of noem maar op. Maar dat, dat is dan niet echt, echt de Defensie. Ja. Um, dit is wel mee, mee voor Defensie. Het is natuurlijk een stukje promotie voor Defensie. Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Uh -huh. uh, maar het, is het zit gewoon goed in elkaar. En, ja. uh, ik moet ze uitnodigen voor de podcast. Ik heb vandaag bij. Ray Klaasses, heet hij toch? Dat zou Klaasses. goed kunnen, ja. ja. Ik heb vandaag bij hem gereageerd. Hij ging naar de. Ja, uh, geloof bij Omroep Brabant ging hij een, 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 een interview doen of zo. Dus uh, Ray, get your ass, welke camera in, get your ass on the goddamn podcast als Nee, je ja, liefde. weet je, echt, echt, echt kudus, kudus ja. ik bedoel, ze, ze pakken het hij gewoon is heel, heel professioneel ja, aan. Maar er staat ook een persoonlijkheid, hè. Ik bedoel, hij, hij, hij straalt het ook gewoon uit. Um, ja, maar dat, goed, dat hebben die, die, die mannen hebben dat sowieso eigenlijk toch wel. Ja, zeker. Zitten we, nou zitten we toch een beetje, ook bij jouw diensttijd. Ik weet niet of mijn broer al wat foto's heeft, heeft laten ja, ik al Oké, okay, tof man. Ja, ik zit zo in gesprek met jou. Ja, ik dus kijk, ik, ook ik, ik bij, kijk bij, bij helemaal mee. niks ja, mee. Weet je, ik ben zo, uh, uh, zo geboeid. Dus dan, dan, dan is het in orde. Want je hebt de TVU3 gedaan, de TVU10. Ja. Uh, dus... Nee, dat, was, dat viel onder uh, Arsie South viel dat. Dus dat was een apart. Uh, ik was ook individueel uitgezonden. Dus niet, uh, niet met een, uh, een detachement. Ja. Het was echt gewoon uh, individueel. Dus uh, TVU3. En dat is, ja, ik ben van uh, oktober 2009 tot uh, mei 2010 uh, ben ik nog uh, een keer weg geweest. Wat zijn de. Um, want in het begin van de podcast zei je van ja, eigenlijk zijn defensie en politie. Je denkt dat het misschien heel erg op elkaar lijkt. Maar het zijn to twee totaal verschillende ja. werelden. Ja, het enige wat, wat denk ik bij de politie nog een beetje in de in de buurt komt van Defensie, dat is de AME. Die hebben ook een bepaalde structuur. En die kunnen ook werken als, als met, met, met die structuur en die rangorde. Verder kan je bij de politie kun je ook niet verwachten dat uh, het, het chain of command zeg maar, zo uh, strak erin zit. Want er zijn ja. zoveel verschillende factoren die meetellen, mm -hmm. en uh, ook externe factoren: hè, uh, justitie, uh, de gemeentes. Dus het zijn allemaal zaken waar je rekening mee dient te houden, en dat, dat hoeft bij de fans niet wat ik wel grappig vind, dat is ook weer een overeenkomst want ik, ik stuurde jou gisteravond nog laat een berichtje van, sorry uh, dat ik zo laat nog bericht, maar uh, vergeet morgen alsjeblieft niet wat foto's en eventueel wat ondersteuningsmateriaal mee te sturen en de, mee te nemen, en dat, dat je zei van, uh, ja ik heb nog even een nachtdienstje erin uh, gekregen, net zoals bij de weet je, ja. ik even deze dienst toch. Uh, nee Nee, nog nee, ja, ik, had, ik had naar mijn, naar mijn mening had ik, had ik gewoon een hele week vrij gevraagd ja. uh, want ik, uh, ja goed. Ik ja is, mensen, heb... Erik heeft gewoon een fucking nachtdienst erop zitten, ik, weet je, hij zit gewoon hier, boom ja, ja, ja. Ik, heb, ik, ik mis wat uurtjes uh, slapen ja, inderdaad. Ja. Maar ja, goed, ja, dat, dat, ja, dat boeit, dat boeit verder, is ook niet. Ik bedoel, uh, ja, ja, ook die dingen, dat, dat is wel inderdaad af en toe ad hoc bij de politie. Dat uh, ja, dingen anders lopen zoals dat je misschien gepland hebt. Ja, c'est ça. Het zij zo. Ja. Uh, hoe werkt eigenlijk een uh, pat patrouillegang? Is het een beetje net zoals uh, bij Defensie? Kom je binnen en dan heb je voor jouw peloton, jouw groep die heeft uh, deze week, uh, is dit het rooster? Nee, ja, je hebt, je, 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 vroeger hadden ze ploegen, dat is niet meer. Uh, je hebt nu gewoon een, een, een rooster um, en uh, je, je weet eigenlijk niet met wie je op dienst komt de dag daarna. Um, iedereen heeft verschillende diensten. Uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk ook. Dat lijkt mij leuk. Dat kan een voordeel zijn. Dat kan ook wel ja, zijn. Maar je kan ook bij de heupter in de put staan. Ja, dat kan ook. Maar goed, van de andere ja. kant. Je moet met iedereen samen kunnen werken. En uiteindelijk uh, één doel. Uh, en dat is gewoon uh, zorgen dat het, uh, het klopt op straat. Uh, oh, maar jij kan ook wel eens hebben dan van, uh, oh, liever niet met deze guy de straat op. Het tuurlijk. is mij te agressief of zijn benadering is totaal niet mijn stijl. Dat is, dat, tuurlijk. Ik bedoel, oh, dat is ook uh, nog een factor wat erbij komt. Ja, 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 zeker. Ik bedoel, je hebt altijd collega's waar het beter mee matches dan met de ander. Uh, maar weet je, uiteindelijk. Je moet samen de dienst doorkomen en uh, er wordt ook, uh, in de tijd dat ik er zat, werd er best wel op gestuurd dat er niet te veel uh, groepjes, uh, groep, groepjes gingen vormen, want ik bedoel, uh, ik, ik had natuurlijk ook mijn favorieten en heel toevallig een van mijn beste politiemaatjes waar ik uh, fucking veel uur mee in de auto heb gezeten, dat is ook een, uh, een veteraan. Ja, weet ja. je, dat, 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 dat klikt gewoon. Uh, maar uh, ja, goed, je moet met iedereen uh, die dienst kunnen draaien. Absoluut. En er zijn ook collega's, uh, inderdaad, uh, waar ik voor in de bras ben gesprongen. Uh, waar ik achteraf zei: van ja, weet je, ik vond het niet chill wat je deed. Want dat, dat had ik anders gedaan. Maar ik, ja. jij bent mijn collega en op dat moment staan wij dan met z'n tweeën. En uh, ja, oké, okay, we, we hebben dat gedaan. Maar uh, weet je, dit vind ik ervan. Het vond ik niet chill. Ja, dat, precies. Maar dat is ook wel eens in, in, uh, in Afghanistan of tijdens missies. Dan zie je bijvoorbeeld, uh, misschien de corporaal ziet zijn groepscommandant iets doen die hij totaal anders had aangepakt. Maar die moet wel zijn rug hebben op dat moment. Ja. En dat er achteraf is, hey Sarge, what the fuck. Dat had ja. echt anders gemoeten, man. Je hebt ons echt daar in verlegenheid gebracht. Ja, zeker. Weet je? Ja. Nee, dat, dat is ook zo. Uh, maar goed, ja, weet je, we zijn allemaal mensen. En uh, ik, ik ben dan ook wel zo, uh, zo, als ik het niet eens ben met iemand om dat uh, te, te zeggen... En als hij dan een gegronde reden heeft waarom hij de zaken gedaan heeft, en ik daar niet zo over na had gedacht, dan denk ik van ah. ja, ja, misschien had je inderdaad wel gelijk. Dan heb je inderdaad wel goed gehandeld. En dan was mijn insteek misschien verkeerd geweest. Weet je, ja. moet je ook uh, durven toe te geven. Wat zijn voor jou, wat waren de. de ik verwijs even naar de straat nog. Wat, wat zijn voor jou, de, wat zijn de krenten in de pap voor een agent? Um, uh, voor een militair kan het bijvoorbeeld zijn: um, een GVA een weekje ergens mogen doen, of uh, de een vindt het wachtlopen. Op wat is het boven daar in het noorden? Eemshaven, ja. wel leuk om daar ja. even twee, drie dagen alleen te zitten. Wat, wat is voor een agent nou, wat zijn voor jullie de kranten in de pap Of leuke diensten? Wat, wat, uh, wat altijd wel leuk is, uh, maar dan moet ik dan eventjes zeg maar ook afwegen met uh, het gevaar binnen de maatschappij. Ja? Ja, ik moet toch een beetje uh, ja, ja, ja. daar ook reëel over zijn. Een achtervolging met, met een voertuig is altijd, ja, ja. is altijd kicken. Ik bedoel, uh, dat is gewoon zo. Maar je moet natuurlijk wel rekening houden hoe laad het zit, hoe druk is het op straat, et cetera, ja. et cetera, et cetera. Uh, we hebben veel achtervolgingen gehad. We hebben ook veel mm -hmm. achtervolgingen uh, afgebroken, omdat het gewoon te gevaarlijk mm -hmm. werd voor de medeweggebruikers. Uh, maar ik heb ook een keer uh, gewoon echt een, een auto uh, van de kant, af, uh, zeg maar van de weg afgedrukt, uh, geramd, uh, om hem te doen stoppen. Uh, die was zo'n kapriolen uit het halen. En ik zag kant en ik heb hem gewoon, ja, weet je, de, die, de dienstauto erin geparkeerd. Van moet nu kappen. Helaas uh, spende die net zodat hij weer verder kon. Maar we hebben hem uiteindelijk wel te pakken gehad. Oh man, dat is ja. straight out of Hollywood. En, en, en weet je, dat is echt, een, dat is echt een, best, een leuke, best een flinke achtervolging geweest. Ook een leuke achtervolging, weet je wel. Um, um, in politietermen leuk, ja. Ik bedoel, uh, er, zit altijd, er hangt altijd een gevaar aan. En dat, mm -hmm. dat zei ik er echt wel bij. Dat wij er ook echt goed over nadenken. Um, maar uiteindelijk hebben we wel die boef gepakt. Uh, met uh, ja, weet ik veel kook uh, en uh, noem maar op. Ja. En dat is gewoon kikken. Dat is, dat is gewoon leuk weet je wel? dat je echt dingen gedaan hebt en dat je ook iemand uiteindelijk, degene, de bad guy ook echt te pakken hebt. Ja. Ik bedoel, het brengt echt niet in voldoening als ik uh, naar, de, naar de HEMA gestuurd word omdat iemand een plakje worst heeft geklauwd, want het gebeurt gewoon hè. Uh, maar als iemand dan een plakje worst heeft geklauwd omdat hij uh, zeg maar uh, in de bijstand zit en echt geen ene rode rotzand meer had en toch net eventjes een wat dikker belegde boterham wil hebben, ja dat, dat voelt niet goed. Oké, okay, je hebt een diefstal gepleegd en dat is een misdrijf. Ja. Uh, maar ook ik snap wel, als iemand echt uh, aan de grond zit, financieel, dat hij af en toe gekke sprongen maakt. Ja. Dus daar, uh, dat hoort erbij. Dat, dat is ook gewoon het werk. Hè? Ik bedoel, dat... Uh Daarvoor ben je ook mens, gelukkig. En zijn we allemaal mensen. Ja, ah. um, en uh, kijk, dan kun je ook in, 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 een, in een verhoor kun je daar ook een beetje naar sturen. Hè? Want een officier van justitie leest jouw een verhoor, zeg maar. Um, dus je kunt er ook echt wel duidelijker maken van: oké, okay, ik heb geen rode rots Ik snap dat ik stomme dingen gedaan heb. En dan zal er ja. toch een consequentie aan vasthangen. En zo is het nou gewoon. Hè? Je doet iets fout en daar dan moet je dan uh, straf voor krijgen. Maar ja, je kunt het ook nuanceren, inderdaad. Ja, je doet natuurlijk ook, uh, als jij hè, arrestaties doet, achtervolgingen, uh, net zoals bij de benzie, is uh, wat je doet, dat moet daarna op papier gezet worden. De en, ding en is, Hoeveel is, tijd gaat erin zitten? Ieder, iedere minuut plezier is een uur papier. Ja, leuke, ja, leuke, ja. Uh, leuke. Uh, nee, want uh, tuurlijk, je... ja, en uh, ook die, uh, die achtervolgingen en een, en een goede aanhouding en noem maar op. Uh, ook een stukje, als je bijvoorbeeld een pand af gelegd, gelegd, dan ga, gaat misschien een deal plaatsvinden en, je legt allemaal in, in je OP'tje, zeg maar, hè? en je ja. op een gegeven moment uh, gaat de deal plaatsvinden en je hebt uiteindelijk nou, wel of niet een achtervolging of met een, wel of niet verzet of noem maar op, heb je die, die gasten te pakken. Um, dat is echt kicken, weet je. Dan, dan ben je ook met elkaar, iedereen geeft elkaar een box en uh, ja. je hebt als team. Ja, je ja wat we gedaan. Yeah. Yeah. ja maar um, er zit ook voorbereiding in af. Ja, er zit vaak vooral, heel veel voorbereiding in. Ja. En uh, vergis je niet, uh, ja, het, moet, het moet juridisch ook allemaal kloppen. Juist. Maar voor, dat, dat zijn de dingen waar de agenten rekening mee moeten houden, ja. inderdaad. Want je kan al dat bergwerk wel doen, maar één vormfoutje en je hebt al die maanden alles was vernietigd. Kan het, kan het allemaal zomaar van vernietigd ja. zijn, ja. Want dat is, dat is gewoon, en dat is ook uh, hoe ik nou denk: feiten en omstandigheden, daar draait het om. Ja. Maar als er iets niet klopt in die feiten of in de omstandigheden, ja, dan kan, de, kan een zaak linksaf gaan, zoals we dat zeggen. Daar kan een advocaat heel goed gebruik van maken. Heb je wel eens, uh, heb je wel eens meegemaakt, uh, Erik, dat je echt dacht: van, fuck, al dat werk ja. en dan uh, niet, niet, niet zozeer door jou of door iemand anders. Een grote zaak, weet je waar iedereen, dat weet je zelf ook, een, een grote zaak, daar zijn meerdere mensen mee bezig en dan. De teleurstelling, dat lijkt me vreselijk team. Ja, zeker. Voor team. Uh, kijk, je krijgt niet altijd een terugkoppeling van wat, er is, uh, wat, wat de straf is geworden. Hè? Ik bedoel, mm. je kunt alles uiteindelijk wel terugvinden op het internet, maar je draait eigenlijk stiekem best wel wat zaken in een jaar tijd, zeg maar. Dat sommige zaken, uh, die do doen wel iets met je, maar die vergeet je dan uh, uh, na te kijken en uh, noem maar mm. op. Maar soms zijn er ook echt wel van die zaken die je bijblijven. En als je dan inderdaad um, achteraf denkt, van, je hoort dan de straf of geen straf, ja, dan kan je ook wel eens inderdaad denken van, ja, waarom, waarom? Zoveel tijd, zoveel moeite, dat was, dat toch? Krijgen jullie daar, ik kan me voorstellen dat een, wat is het, openbare aanklager of een officier van justitie, die is natuurlijk aan your side, jullie hebben, krijg je daar feedback van, van, een luister guys, dit moet strakker. Soms wel, soms niet, dat verschilt. Kijk, een OVJ, een officier van justitie, is in principe, het is wel namens de overheid, uh, maar um, het is niet altijd alt, per se dat ze on our side zijn, zeg maar. Mm. Hè? Want als wij uh, dingen niet goed gedaan hebben, dan zijn ze daar ook wel echt wel heel kritisch op. Uh, misschien ergens ook wel terecht, hè? want we moeten niet. Ja. Uh, maar uh, ja, ik, ik, Als ik bijvoorbeeld een proces verbaal uh, van bevindingen type. Dan probeer ik daar een beetje beleving in te, te brengen, een beetje emotie. Want hoe voelde ik dat? Wat, wat zag ik? Wat deed het met me? En hoe voelde, wat, wat was de sfeer daar een sfeer PV noemen we dat? Ja. Um, daar heb ik toch wel regelmatig ook van een OVJ uh, teruggekregen, van uh, een officier van justitie, ja. van ja, dat is uh, fijn dat je dat deed, want er staat meer dan alleen maar wat uh, letters op papier. Er staat ook echt gewoon wat er, wat er speelt in. En dan kan ik me daar ook beter in, uh, ja... Je kunt zeggen dat iemand uh, strak, was, uh, strak zat op de kook. Sfeer zetten. Ja, maar je kunt ook uh, ja. de agressie, uh, hoe die uit zijn ogen keek, wat die, wat die, uh, hoe dreigend dat aanvoelde. Dat kun je ook beschrijven. En dan, dan leeft dat meer, als dat er heel simpel staat. Ja, die stond uh, strak van de kook. Ja, dus ja, ja je hebt uh, uh, feiten en omstandigheden zet je dan. Echt, laat je in elkaar, dus omstandigheden, hè? dit is het feit, maar in deze omstandigheid. Je beschrijft een beetje in de toonzettingssfeer. Een, een ja, je, je maakt er eigenlijk gewoon een, 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 een leidend verhaal van. Ja, een beleving zonder ja, een mening. Precies, ja. absoluut. Ja, ja dat, dat, ik, dan, dan denk ik ook dat er meer uh, uh, aan de andere kant, degene die het uh, verslag leest of het rapport, uh, uh, meer empathie is. Dus ook zeg, meer. Vanuit de agent, of in ieder geval, hoe noemen ze dat? De verbalisant of alles. ja. De verbalisant in uh, de gaten houden. Dat deed ik gewoon even. Dus ja, man, mooi. Ja. Ja, ik, uh, ik wil hem langzaam afronden, man. Ik het Want goed. Uh, dit is... Je, je hebt zoveel energie. Ik kan niet indenken dat je uit die uh, nacht uh, bent gekomen. Nee, maar... Uh, ja, ik wil even kijken. Ik wil eigenlijk dat je nog... Dat je ergens misschien volgend jaar... Of denk, wel dit, dit nog een keer met je doet. Nou, ik vind het cool. Zeker. Ja, ja. ja, want ik had het heel makkelijk vandaag. Nee, ik... ik boeit, boeit, boeit. Ik heb heel veel geleerd met name vandaag. Je hebt me, ja, je hebt me, je hebt me inzichten gegeven. En uh, ja, daarvoor heb ik je ook... Dat, dat merkte ik in je bericht. Daarom denk ik... Ja, dit moet hij niet alleen tegen mij vertellen. Dit moet meer de mensen horen. Ja. En je hebt me echt... Uh, ja, ik vind je een... Uh, Nee, ja, weet je wat het is? Ik bedoel, ik, uh, ik, ik ben vooral trots Top, op mijn, uh, mijn defensieverleden ja. en het, het veteraangedeelte. Dat is de uitdaging, ja. waar ik, hoe ik op jouw podcast gekomen ben. Uh, maar ik vind het uh, mooi. Uh, ik zou het tof vinden als ik met dit verhaal ook een klein stukje meer uh, um, ja, begrip uh, kan creëren voor de politie. Zeg maar. Ik denk dat uh, want, uh, je dat weet je, hebt af en toe uh, en, de, 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 uh, hebben die gasten op straat, hè, want ik heb daar nu in die zin geen last meer van. Ik, ik werk niet meer op straat maar die hebben wat te verduren en als je gewoon af en toe is inderdaad ook al vind je er wat van eh, ja, weet je doe gewoon een ja en amen en, 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 en ga achteraf gewoon het gesprek aan en, en je je maak het elkaar je maakt het elkaar ook makkelijk juist ja, meer begrip voor elkaar empathie ja. begrip ja mooi man Erik dank je wel en uh, dit gaan we echt uh, ik hoop uh, nog wel een keertje doen. doen we. Dankjewel voor je uh, stories, fantastisch. Ja, Je bent gewoon een good guy. En je represe represented the Force of vandaag. Dus okay. top. Hey, broer, gewoon eens maar eruit. Dankjewel. Bro. Oh, wat moet ik doen? Like en subscribe. Oh. Ik. Ja, ik, ik wil. Uh, hoe heet het? Ik moet nog naar verwijzen naar volgende gasten. Maar dat ga ik op mijn Facebook doen. Maar vergeet alsjeblieft niet. Dankjewel hoor, broer. Ik vergeet dat gewoon altijd. Vergeet niet te liken, subscriben. Um, so, het is die camera, Kenny. Vergeet niet te liken, te subscriben. 700 subs, hebben we, al. we moeten naar de magische duizend. Waarom moeten we naar de magische duizend? Dan word ik meegenomen in het algoritme van, de, um, van YouTube. En uh, dat heeft niet altijd met views te maken, maar ook met, met kijktijd. En deze podcast scoort heel goed. En dan wordt de podcast ook, zeg maar, uh, record, Die komt hier bij Recommended Videos dus Maar in ieder geval, langzaam komen we er wel. Ik bedoel, we hebben binnen een jaar al 700 subs. Dus daar ben ik jullie allemaal dankbaar voor. Erik, jij uh, bedankt. Broer, dankjewel voor je, uh, dat je even inbrak op het einde. Dat is nodig bij mij, dat weet je. Dus goed gedaan. Nou, mensen, fijne Sinterklaas. Het is Sinterklaas toch of niet? Hij is alweer het land uit. Hij is alweer het land uit. <laughs> Oké, okay, mensen, fijne dag. Hou